Um, dat betekent dat als jij een vraag stelt en je doet je camera aan, dan ben je te zien. Dus ik, als je dat niet wil, dan hou je gewoon lekker je camera uit. Hè? En dan, uh, want het, wat, het scherm wat je in, in, zelf in beeld ziet, dat wordt ook opgenomen. Ik vind het niet erg om in beeld te komen, maar als je niet op de opname wil, niet op YouTube wil, dan hou je dus je beeld uit. Um, we hebben net al besproken dat als je vragen hebt, dan kun je die stellen in de chat. Ik zou willen vragen om de chat ook echt uh, beschikbaar te houden voor inhoudelijke vragen en opmerkingen over de stof die ik bespreek. Dat het niet een gezelligheidschat wordt daarnaast ook. Kan wel een beetje natuurlijk. Maar ik, ik moet het een beetje in de gaten houden. Want anders kan ik niet zo goed zien waar jullie vragen zitten. En als ik dan door allemaal de gezelligheid heen moet lezen, dan leidt dat weer af en dan vertraagt dat. Dus fijn als we de chat zo inhoudelijk mogelijk kunnen houden. Als je merkt dat ik jouw vraag die je in de chat niet heb. Uh, die, die je in de chat hebt gesteld, als ik die niet zie. dan steek ik dan even je handje op. Onder reactions kun je dus een handje opsteken. En dan zie ik dat en dan weet ik. oh, er is iemand die wil dat ik even goed naar de chat kijk. In een heel uitzonderlijk geval kan ik ook vragen. of. Uh, kan ik ook iemand even de microfoon aandoen. en iemand het woord geven als degene dat ook zelf wil. Ja. In principe is dat handje dus bedoeld van, oh, ik moet even goed naar de chat kijken, want je hebt echt een dringende vraag. Ik zal sowieso om de tien minuten even ruimte maken voor vragen uit de chat of zo. Om het kwartier, als je vindt dat er echt een dringende vraag is en je er helemaal niks meer van snapt, zonder dat ik die beantwoord eerst, dan moet je maar even je handje opsteken. In principe kunnen studenten in mijn hoorcollege altijd een vinger opsteken en altijd een vraag stellen. Ja, ik zie dat mensen zeggen, ik kan met drie kwartier bijwachten. Nou, dat is helemaal geen probleem. Dan ga je dus dan weg en dan kun je de rest uh, kijken op uh, YouTube als je wil. Nou, dan gaan we gewoon van start. Hè? Dus de opname is gestart. Dus welkom bij deze collegereeks over mijn grote passie en over mijn uh, vakgebied. Ik ben eigenlijk gespecialiseerd in twee vakgebieden op de universiteit. De ene is gender studies. Nou, daar is natuurlijk ook heel veel over te doen geweest in de nationale media. En de tweede is uh, techniekfilosofie. En vanuit hè, STS heet dat vakgebied ook van het Engels, Science and Technology Studies. In het Nederlands zeggen we vaak techniekfilosofie. Uh, dat is een, uh, een vakgebied dat gaat over de vraag: um, hè, wat is nou wetenschap, wat is technologie en hoe kunnen we dat het beste inzetten? Nou, vanuit dat tweede vakgebied, techniekfilosofie, ga ik uh, veel spreken nu de komende vijf weken. Dan heb ik voor jullie een college reeks opgezet die best wel lijkt. Het is niet identiek aan wat ik op de UvA doe, maar het lijkt wel op wat onze studenten ook uh, leren. En ik vind het een heel belangrijk vak, omdat de wetenschap in een grote crisis zit. Um, en dat weten we heel goed, dat dat het geval is. En dat dat tot grote problemen leidt, op allerlei manieren. Um, en de wetenschap die moet heel dringend hervormen. Wil het, een belang, wil, het een, wil het nuttig en relevant blijven in de komende jaren? Dus daar gaan we het over hebben in deze collegereeks. Wat is dan precies die crisis? In welke crisis zit de wetenschap precies? En welke oplossingen zijn er bedacht door, in mijn ogen, de beste wetenschapsfilosofen die er op dit moment zijn? Ik vind het belangrijk om te informeren over deze crisis waar de wetenschap in zit. Want um, ik, dat het, we moeten er eigenlijk veel meer met elkaar over praten. Als samenleving ook, want we geven de wetenschap vaak heel veel macht. We hebben tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld ook zo duidelijk gezien dat we dan eigenlijk, hè, eigenlijk het, het land, het, bijna het hele bestuur gaan overgeven aan hele specialistische wetenschappers. En ik vind dat dan niet eerlijk wordt gecommuniceerd waar wij in de wetenschap zelf eigenlijk over in crisis zitten, waar we over, hè, met elkaar vaak over praten, de onzekerheden die we vaak hebben over onszelf als wetenschap. Dat we vaak niet zo goed weten hoe de wereld in elkaar zit. Ik vind dat we daar vaak niet zo eerlijk over zijn. Dat we dat steeds, vaak ook steeds minder goed weten. En dat de wetenschap dus met allerlei problemen zit te schipperen. En zich soms wat zelfverzekerder voordoet dan die is. En wat die wetenschap kan voordoen alsof het allerlei antwoorden heeft. Terwijl in, in werkelijkheid zijn er vaak meer vragen dan antwoorden. Steeds meer. Dus daar wil ik het met jullie over hebben. Ehm. Uh, yes, dus dat gaan, we, dat gaan we met deze reeks doen. En de opname is gestart. Ik wilde even heel kort beginnen met wat over mezelf zeggen. Ik werk dus bij ISW op de UVA, Interdisciplinaire Sociale Wetenschap, wat een bacheloropleiding is. Waar we met studenten vanuit verschillende vakgebieden naar allerlei problemen op de aarde kijken op dit moment. Dat zijn bijvoorbeeld voedselproblemen, oorlogen, genderverhoudingen, eh, eh, ongelijkheid, discriminatie, klimaatverandering, al dat soort vraagstukken die bekijken we met studenten vanuit verschillende perspectieven. En naast eh, het feit dat ik eh, bij ISW les geef en ook over gender en seksualiteit les geef en dus over techniekfilosofie. Ben ik ook ondernemer op het gebied van diversiteit en inclusie? Nou, als je al deze dingen hoort, dan zeggen vaak mensen over mij... God, jij bent toch best wel woke? Ik vind dat in best wel veel opzichten wel kloppen. Ik ben heel erg sterk beïnvloed door... ...ik ben zelf links progressief en ik ben zelf, ben zelf heel erg betrokken bij diversiteit... ...maar ik ben ook wel heel kritisch. Ben ik eigenlijk al langer op de manier waarop de woke cultuur steeds agressiever... Het, uh, het diversiteitsdenken overneemt. En dat het zo gepaard gaat steeds met dwang en met drang en met censuur en bepaalde dingen die je wel het niet mag zeggen, mag vinden. In mijn uh, ideologie en filosofie hoeft dat helemaal niet. Kun je diversiteit ook op een andere manier vormgeven, die veel minder oordelend is, veel, meer, veel minder met de vinger wijzen, minder een fatsoenspolitie. Die komt vertellen hoe de dingen zouden moeten. En die komt naar anderen komt wijzen dat ze racistisch of seksistisch zijn. Ik ben meer voor een andere aanpak. Ja, maar dat is een ander verhaal, daar wil ik het nu niet over hebben. Maar ik wil dus maar zeggen dat er ook vanuit links-progressief perspectief. een hoop kritiek te geven is. op de manier waarop het gaat met bijvoorbeeld wok. Dat heb ik dus ook willen doen. Want ik zag al langere tijd, hè, in mijn ogen, in mijn beleving. gaat het helemaal niet goed op de universiteit waar ik werk. Zie ik dat het. Uh, Vrije woord, eh, ernstig wordt bedreigd. En dat het instituut als geheel, dan praat ik echt specifiek over de sociale wetenschap... Hè. Op de UV hebben we politicologie, antropologie, sociologie, eh, een aantal verschillende sociale opleidingen, dus ook ISW, de opleiding waar ik werk. En ik vind dat we, hoewel niet alles verkeerd gaat, zie, maak ik me wel heel erg veel zorgen over de ontwikkeling. Dat ik merk, hé, hey, er is toch steeds meer één manier van praten, één manier van denken. En dat komt steeds meer, uit. het zit echt in de universiteit. En we steken elkaar aan en we steken studenten aan daarmee. En een universiteit zou natuurlijk eigenlijk een plek moeten zijn waar je gewoon radicaal vrij kan denken. En waar je alles zou moeten kunnen zeggen. Hè? Wat, je, wat je vindt, wat je, waar je aan denkt, zolang je maar argumenten hebt. Hè? Vind ik dat je eigenlijk alles zou moeten kunnen zeggen. En ik vind dat dat helemaal niet meer zo is. En dat we zo hè, vanuit goede bedoelingen over fatsoen. Uh, dat dat dan, uh, dat dat eigenlijk wordt, uh, fatsoen, inclusie, respect voor elkaar, diversiteit, dat we eigenlijk steeds minder kunnen, vrij kunnen praten en denken. Ja, dus ik, ik zie een zo'n vraag in de chat. Ik denk zeker dat de academische vrijheid in een grote crisis zit. Uh, en ik denk ook dat dat gepaard gaat met de crisis van de wetenschap die we nu zien. Dus daar zal ik zo wat meer over vertellen. Ja. Dus ik denk dat we heel alert moeten zijn, want de wetenschap. He, er wordt veel gesproken over, veel mensen in het land, heb ik ook weer gemerkt de afgelopen weken, die maken zich grote zorgen he, over Nederland en over de wereld. En waar gaat het heen met onze vrijheid? En uh, de oorlogen die er misschien aan zitten te komen. En mensen zijn bang voor, he, voelen een soort autoritaire of misschien zelfs totalitaire wind in de lucht uh, hangen. Ik deel die zorg heel erg. Daar zullen we het ook over hebben in deze commissie. Hoe we daar wetenschappelijk naar kunnen kijken. Ik denk dat het heel erg terecht is dat we ons zorgen moeten maken over een oprukkend totalitarisme. En ik vind het heel erg uh, uh, kenmerkend van het totalitarisme wat we nu zien opkomen: dat wetenschap daar zo'n grote rol in speelt. Dat eigenlijk een hele hoop van het totalitaire denken vanuit wetenschappelijke instituten komt en zich ook voordoet, zich presenteert in het jasje van objectiviteit, rationaliteit, wetenschap. Hè? En dan alsof het dus, um, ja, de, de, dus de wetenschap kan daarin gemobiliseerd worden, kan daarin gebruikt worden voor eigenlijk een agenda die um, in mijn ogen niks met goede wetenschap te maken heeft. En die bezig is met autoritair denken, met het debat smoren. Hè? Ik zie iemand de naam Hannah Arendt noemen, absoluut. Hè? Hier heeft Hannah Arendt ook echt voor gewaarschuwd. Hannah Arendt, de grote denker. Op het gebied van totalitarisme van de Tweede Wereldoorlog. Die heeft heel veel geschreven over wat is dat toch gebeurd met dat nazisme? Hoe heeft dat kunnen gebeuren? En zij voorspelde ook. Hè, dat het, zij zei van nou, dat is, we hebben nu dan dat totalitarisme van hè, de, wat zij noemden, de bendeleiders, hebben we nu gehad. Hè, Hitler en de Stalin en de grote duidelijke boeven, zeg maar. Maar zij was toch bang dat het nog niet klaar was. En dat het totalitarisme zou kunnen terugkomen. Maar dan anders. Hè? Zij voorspelde dan komt het meer in een technocratisch jasje. Hè? In, een, in, een, in een jasje van uh, wetenschap, van beleid, van uh, instituten. Die uh, eigenlijk lijken die allemaal goede bedoelingen te hebben. Maar eigenlijk beknotten die steeds meer. Hè? En zijn die ontspoord, zijn die ontzield. Ze die, houden die geen rekening meer met mensen met menselijkheid, en er is een risico dat ze dus ook over die menselijkheid heen gaan walsen. Ja, dus zelfs de grote denker Anna Arendt, op het gebied van totalitarisme, heeft dat ook voorspeld. Nou, ik denk dat we dat dus ook nu kunnen zien. Ja, dus ik denk dat het heel belangrijk is om naar goed naar die wetenschap te kijken. En dat wil ik dus ook in deze college-reeks doen. Ik denk dat het belangrijk is dat we dat met elkaar doen. En daarom vond ik het ook eigenlijk belangrijk, ik denk, nou, ik kan nu even geen les geven op de UvA, in ieder geval is dat eruit gekomen, dat ik voorlopig geen les geef, in ieder geval tot de zomer niet, daarna weer wel. En dan eh, dacht ik, nou, dat betekent dus ook dat ik wat tijd heb en kan ik dus ook wat tijd investeren om met mensen te praten en te informeren, wat ik weet vanuit de wetenschap, over wat de crisis is van de wetenschap. En ik denk dat we hier veel meer met elkaar over moeten praten, ja? Ja, dus ik zie hier ook de vraag van Matthias de Smet. Ik, ben dus, ik, ben, ik vind het werk van Matthias de Smet zeer inspirerend, heel belangrijk. Er is wetenschappelijk ook het nodig om af te dingen, zeker ook vanuit mijn perspectief. Hè. Ik ben links progressief. Ik vind ook Matthias de Smet soms wel wat te kritisch naar bijvoorbeeld Black Lives Matter, waar ik ook hele goede kanten aan zie. Maar hij heeft ook theoretisch. Is er wat discussie over zijn werk? Daar ben ik het niet mee eens, met die kritiek op zijn theorie. Ik vind zijn theoretische onderbouwing zeer sterk. Ik vind het een heel interessant boek. En ik vind het een heel belangrijk boek. Het is misschien wel het belangrijkste boek wat er vanuit de wetenschap is verschenen de afgelopen jaren. Ik denk ook echt dat het de boeken ingaat als een grote klassieker. Zijn werk over totalitarisme. Dus ik kan dat zeer. Zie je aanraden. Ja, ik zie mensen ook zeggen, hè, het bedrijfsleven zie je dat ook, hè. Zo'n deugdpolitie, hè, fatsoenspolitie opkomen, heb ik, zie ik ook. Hè, ik heb veel ook uh, in het bedrijfsleven gewerkt. En dan um, vaak zijn mensen die in organisaties werken heel erg blij als ik kom. Omdat ik dus niet zo'n fatsoenspolitie... Ik kom mensen dus niet vertellen wat ze moeten doen en denken. Ik kom alleen... Als het gaat over diversiteitswerk, kom ik in organisaties alleen eh, uitleggen, eigenlijk, hoe, wat, dat de wereld heel divers is geworden. Ik vraag van mensen om wat empathisch vermogen van minderheden. Maar ik zeg ook, ik kan jullie niks dwingen, ik kan jullie niks opleggen, jullie moeten het zelf willen, jullie moeten het zelf doen. Als jullie het niet willen, is het ook goed. Ja, dus veel mensen die bang zijn voor woke, die zijn vaak blij als ik kom om in organisaties, omdat veel van mijn collega's in diversiteitsland best wel een soort dwingende fatsoensagenda komen uitrollen. Ja, dus, uh, nou ja, goed, op die manier. Even kijken. Nou, dan hebben we dus gezegd, we kunnen lekker in de chat met elkaar vragen stellen. Dat gaat volgens mij al hartstikke goed. Uh, deze reeks is helemaal gratis. Je kunt mij wel helpen door te doneren. Dus ik heb op mijn website, laurensbuis.org heb ik een donatieplek uh, gemaakt. Daar is ook door mensen echt al onwijs royaal opgestort, wat ik heel erg waardeer. Uh, dus, uh, dat wordt zeer gewaardeerd, maar voel je op geen enkele manier verplicht, want ik, uh, dat is echt alleen als je het kunt missen en me extra wil steunen. Ik vind het heel uh, uh, belangrijk om deze reeks van gratis aan te kunnen bieden. Nou, gaan we dus naar die crisis van die wetenschap, gaan we wat meer praten, wat is er nou aan de hand? Hè? Dus we zouden kunnen zeggen dat eigenlijk het een, een traditionele beeld over wetenschap in de crisis is geraakt. Um, en hè, het traditionele beeld van wetenschap, zoals dat ook is ontstaan sinds de Verlichting, met name in het Westen, hè, is eigenlijk wetenschap is, weet dingen zeker wetenschap en zekerheid, dat is eigenlijk toch heel erg aan elkaar gekoppeld... in het traditionele denken over wetenschap. De wetenschap, die zou weten wat echt waar is. Ja, en dus dat is ook dat ideaal van wat we nu vaak noemen objectiviteit. Dus de wetenschap, de ouderwetse traditionele wetenschap... die is opgebouwd vanuit de overtuiging dat er zoiets is als een objectieve waarheid... Een waarheid die losstaat van hoe ik als persoon erover denk of er kijk. Een universele, objectieve waarheid die door alle tijden en alle culturen overal hetzelfde is. Ja, en dat is eigenlijk het ideaal van de, van de traditionele wetenschap. Ja, er zijn ook altijd, ik ben, altijd moet ik even bijzeggen, als ik zo praat, generaliseer ik altijd. Want dit ideaal heeft ook altijd, is ook altijd binnen de wetenschap gecritiseerd geweest. Er is ook altijd discussie over geweest. Kan dat wel? Is er wel echte objectiviteit? Is er wel een universele waarheid? Er is ook altijd meteen weer discussie over geweest. Ja, maar we zien toch dat het dominante denken in die traditionele wetenschap was... er is een objectieve waarheid. We kunnen ook zeggen dat die, die, die traditionele wetenschap... die is ook ontstaan vanuit een soort behoefte... aan een antwoord op, uh, op, op de religieuze overheersing van, in Europa in de middeleeuwen. Ja, dus er was ook een soort, van, een soort aversie tegen religie en tegen religieuze dogma's. En een hele grote behoefte in, in westerse culturen ontstond er, zeker bij intellectuelen en de elite, om op een gegeven moment, ja, wij willen meer uh, rationeel denken. En we willen niet meer dat, uh, dat het, 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 het arbitreren, het willekeurige van religieuze waarheid. Wij willen daar een wat meer een goede onderbouwing voor vinden, voor dingen die waar zijn. Dus die wetenschap die onderscheidt zich heel erg van religie en van subjectief denken en van onderbuikgevoelens in de samenleving. En die zei eigenlijk, wij willen nu, die wetenschap werd opgebouwd vanuit het ideaal, wij willen echte objectieve werkelijkheid maken met elkaar. De echte objectieve werkelijkheid achterhalen. Nou, en wat we eigenlijk zien. Um, is dat dat beeld, dat dat traditionele beeld, dat, dat uh, is in crisis geraakt. Ja? Dus daar, dat is een, uh, dat, daar zullen we het over hebben met elkaar, wat, dat, uh, wat daar is gebeurd. Ja? Ja, dus die wetenschap die is dus heel erg ontstaan vanuit bijvoorbeeld hè, het op. Oh. Ja, dus ik heb al gezegd, die heeft die wortels in de verlichting. En is eigenlijk hè, vanuit het idee van we kunnen met de reden en met het gezonde verstand en met de ratio en met observaties en met logica kunnen wij uh, dichter bij de werkelijkheid komen of zelfs de werkelijkheid helemaal leren kennen. En dat vanuit die overtuiging zijn allerlei instituten opgericht, universiteiten opgericht, vanuit faculteiten, vakgebieden. Ja. Dus. Uh, dat is uh, de moderne wetenschap, die dus zo geworteld is in de verlichting en vertrok vanuit de reden en het gezonde verstand. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, die moderne wetenschap die is heel erg succesvol geweest. Je zou ook kunnen zeggen, ik vind altijd een belangrijk succes van de moderne wetenschap. Kijk eens even wat het heeft opgeleverd, dus moeten we toch ook wel even bij stilstaan. Hè? Wat universiteiten ons allemaal hebben gebracht. En al die verschillende disciplines, de natuurkunde, de scheikunde, de biologie, maar ook zoiets als rechten, talen. De laatste jaren wat meer de sociale wetenschappen. Ja. De laatste decennia, vanaf de jaren 60, 70 zijn vooral de sociale wetenschappen ook opgekomen. Als je kijkt wat de natuurwetenschappen, en ook het recht, en de kunstwetenschappen, en de literaire wetenschappen hebben een hele hoop opgeleverd, dus heel veel creativiteit uitgekomen, maar ook allerlei gewoon hele concrete uitvindingen, technologieën, hè, wat we toch heel goed kunnen zien, bijvoorbeeld ook vanaf de industriële revolutie in het westen en de uitvinding van de stoommachine en de elektriciteit later. Het heeft natuurlijk ook het leven enorm vooruitgebracht, dat we steeds meer leren begrijpen hè, hoe de natuur in elkaar zit, hoe de natuurwetten werken, hoe we die naar onze hand kunnen zetten. Hè. Dus euh, ik zal zo wat zeggen inderdaad over het positivisme en hoe dat zich verhoudt tot de wetenschap. Dus euh, ja, hè? Dus, euh, heel succesvol. Hè? En ik zeg altijd, er is ook veel laag fruit geweest. Ja, dus bijvoorbeeld euh, euh, de, de technologie, hè? wat dat allemaal heeft opgeleverd. Uh, hoe dat onze levens heeft verrijkt door middel van huizen die comfort hadden, verwarming, vervoer. Het is een heel succesvol project geweest. Maar die wetenschap die zit dus nu steeds meer in crisis. Eh, die, we zien aan de ene kant dat die steeds meer autoriteit en geloofwaardigheid verliest in de samenleving. Dat steeds meer mensen zeggen, ja, die virologen weten die het nou eigenlijk wel. Die klimaatwetenschappers, wat moeten we daar nou mee? En mensen geloven het vaak gewoon niet meer. En daar gaan we het ook wat verder over hebben in dit college. Hè? Hoe kunnen we dat begrijpen? Wat speelt daar precies? Ja, dus er is in de samenleving steeds meer wantrouwen naar wetenschap. En je zou kunnen zeggen dat de wetenschap zelf er ook achter is gekomen. Dat de hele grote verwachtingen van de, vanuit de verlichting, hè, vanuit bijvoorbeeld het denken van Spinoza en Descartes, worden vaak genoemd als de grote grondleggers van de verlichting en de moderne wetenschap. He, je zou kunnen zeggen dat die grote, die grote ambities die die moderne wetenschap had, van wij gaan de waarheid achterhalen. En wij kunnen nu voor goed en voor eens en voor altijd afrekenen met allemaal bijgeloof en dingen die we niet zeker weten. En nu komen we erachter hoe het leven in elkaar zit en het universum in elkaar zit. Nou, je zou kunnen zeggen dat die wetenschap ook intern vanuit de wetenschapsfilosofie de afgelopen jaren er steeds meer achter is gekomen, dat wij die grote verwachtingen niet waar kunnen maken. Ja, dus daar zullen we het ook over hebben. Waar, is, waar zijn die wetenschapsfilosofen dan achtergekomen en waarom blijkt opeens dat we dat allemaal toch wat moeten bijstellen, die verwachtingen? En dan gaan we dus even naar de wetenschapsfilosofie. Ja, dus de wetenschapsfilosofie is het vakgebied binnen de wetenschap en binnen de filosofie, wat zich altijd heeft beziggehouden met het nadenken over wat is wetenschap eigenlijk. He? Dus um, het is een beetje een gek vakgebied. Er zit een soort, uh, een soort reflectie in. Een soort helikopterview. Je kijkt eigenlijk een wetenschappelijke discipline... die wetenschappelijk kijkt naar de wetenschap. Dus uh, dat is de wetenschapsfilosofie. Die heeft nagedacht van wat moeten we nou met die wetenschap... en je zou kunnen zeggen hoe moeten we nou kijken naar wetenschap... wat kan de wetenschap wel en niet weten. En je zou kunnen zeggen als we uitzoomen... En, dat, en die wetenschapsfilosofen bekijken van de afgelopen decennia, dan kunnen we, van langer, de afgelopen eeuw, maar vooral de afgelopen decennia, dan zouden we kunnen zeggen: er zijn eigenlijk grofweg vaak komen twee posities terug. Die vaak ook met elkaar in strijd zijn en die ook niet zo goed te verenigen ze lijken met elkaar. Twee verschillende opvattingen over wat wetenschap eigenlijk is en hoe wetenschap vorm zou moeten krijgen. En die noem ik hier dus eventjes het positivisme versus het constructivisme. We hebben ongetwijfeld veel mensen van gehoord. Maar ik merk toch ook altijd dat mijn studenten het wel lastig vinden... om die twee toch even goed uit elkaar te halen en in de juiste traditie te zetten. En wat betekent het nou precies? Dus dit zijn twee verschillende denkscholen over wetenschap. Twee verschillende manieren van denken over wat wetenschap eigenlijk is. En dan komen we even met wat moeilijke wetenschapsfilosofische woorden... Deze, deze uh, twee denkscholen, het positivisme enerzijds en het constructivisme anderzijds. Die denken anders over epistemologie, ontologie en methodologie. Wat is dat nou? Epistemologie gaat over de vraag: wat is eigenlijk kennis? Wat is kennis nou? Hoe wordt dat gemaakt? Wat, uh, wat, wat zegt kennis allemaal wel? Wat zegt kennis allemaal niet? Is er zoiets als objectieve kennis? Dat zijn allemaal epistemologische vragen. Dan is het daarnaast ontologie. En ontologische vragen gaan meer over de vraag, wat is nou precies de werkelijkheid? Waar kijken wij nou naar als wetenschapper? Is er zoiets als een objectieve werkelijkheid of niet? Ja, dus dat zijn ontologische vragen. En dan hebben we ook nog methodologische vragen. Dat gaat eigenlijk over de vraag, hoe moeten wetenschappers nou kennis verzamelen? En we zien dat deze twee stromingen, die positivistische en die constructivistische stromingen... daar eigenlijk heel radicaal anders over denken. Nou, wat zijn nou die twee stromingen? Ja, dat positivisme is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat traditionele wetenschapsbeeld... en ook lange tijd heel dominant geweest binnen de wetenschap, zeker binnen de natuurwetenschappen. Eigenlijk het idee van meten is weten. We hebben onze reden als mensen, we moeten ons gezond verstand gebruiken... De wereld hangt aan elkaar van causaliteit, van causale verbanden. Wij moeten als wetenschappers die verbanden in kaart brengen. Dat kunnen we bijvoorbeeld doen door observaties, door metingen, et cetera. Ja, dus dat is het positivisme. Heel lange tijd dominant, zeker natuurlijk binnen de natuurwetenschappen. En omdat de natuurwetenschappen altijd zo populair zijn geweest zo succesvol zijn geweest. Kijk eens wat de natuurwetenschappen allemaal wel niet hebben gevonden de afgelopen decennia. Dat is gewoon ongelooflijk. De kwantummechanica, de relativiteitstheorie, de evolutiebiologie, de elementaire deeltjes, het nadenken over zwaartekracht, de wetten van Newton natuurlijk, de wetten van de thermodynamica. Het is ongelooflijk veel opgeleverd. Het is nog maar een heel klein deel van wat die natuurwetenschappen allemaal hebben opgeleverd. En dat is toch, zou je kunnen zeggen, allemaal vooral gevonden vanuit een soort positivistisch denken over de wereld. Meten is weten, logica, ratio. De objectieve onderzoek doen als wetenschap. Dus dat positivisme heeft vooral nu wat we kunnen zeggen van aanzien. Ja? Um, falsificatie is ook zo'n belangrijke term die hoort bij het positivisme. Hè? Het idee dat je eigenlijk theorieën altijd moet kunnen ontkrachten en dat een zodra een theorie ontstaat, dat je die onder vuur moet nemen. En op het moment dat dat aan alle kanten gebeurt en er blijft toch wat staan, dan zal dat wel waar zijn. Dat is ook zo echt zo'n opvatting die vanuit het positivisme komt. En daarnaast is eigenlijk vooral vanaf de jaren C, Popper inderdaad. Daarnaast hebben we vanaf de jaren zeventig eh, is er eigenlijk door andere wetenschapsfilosofen toch heel succesvol twijfel gezaaid over dat positivisme. Ja, en dat zou je dus meer kunnen zeggen, dat zijn de constructivisten geweest. En die zaten vaak wat meer in de letterkunde en in de sociale wetenschappen. Ja, en je zou kunnen zeggen, als we dat positivisme noemen als een harde wetenschap, dan zou je dat constructivisme nog meer kunnen noemen een zachte wetenschap, een zacht idee van wetenschap. Dus die constructivisten die zeiden, nee wacht, dat is allemaal een misverstand. Dat wetenschap zo hard is en dat, dat, dat wetenschappers objectief kunnen meten hoe de wereld in elkaar zit, dat klopt niet. Eigenlijk hebben die constructivisten gezegd, op allerlei verschillende manieren, met allemaal verschillende complexe argumenten, hebben die gezegd van, nee, je hebt, er is een rol van de waarnemer. Jij als wetenschapper bent onderdeel van een netwerk met allemaal andere wetenschappers en die hebben allemaal cultuur en jullie zijn verwikkeld in carrières en jullie hebben allemaal een ego en jullie zijn allemaal op zoek naar macht. En de enige manier waarop jullie over die werkelijkheid kunnen praten is via taal. En ja, taal is ook maar door mensen gemaakt. En hè, ja, alles heeft een geschiedenis. Dus wat zeg je nou dat alles zo hard is? Het is jullie denken dat het hard is. Hè? Maar het, is jullie, het zit in jullie hoofd allemaal, die wetenschap. En nou, dan, die hebben daar dus een bom onder gelegd, onder dat idee van hè, uh, het idee dat, dat, dat alles zo hard is en dat er een objectieve werkelijkheid is die kenbaar is. Ja, de hele radicale constructivisten, ook wel de postmodernisten, die zeiden eigenlijk van, uh, nee, er is geen, uh, er is geen uh, harde objectieve werkelijkheid. Alles is maar mensenwerk, alles is maar gewoon door mensen gemaakt en bedacht. En is dus geconstrueerd, gemaakt door mensen. Terwijl dat positivisme weer uitging van, nee, die werkelijkheid die wordt, die is niet gemaakt door mensen, die is er gewoon en die wordt gevonden door mensen. Ja, dus zo kun je het ook zien als een strijd tussen wetenschappers, die, filosofen die denken, die, weet, die werkelijkheid die wordt gevonden, dat is het positivisme. Of de wetenschappers die denken van die werkelijkheid die wordt gemaakt, dat is het constructivisme. Nou, Die twee die zijn elkaar eigenlijk de afgelopen jaren, de afgelopen decennia, steeds meer in de haren gevlogen. En dat is een soort oorlog geworden. En dat is wel heel erg jammer. Want eigenlijk kunnen ze ook veel van elkaar leren. En hoeft het natuurlijk niet zo te zijn dat één moet winnen. Maar zou je ook kunnen nadenken over hoe kunnen we nou tot een nieuwe benadering komen, een soort derde weg. Die deze twee integreert. De wijsheid van beide. Is theologie aan de universiteit een wetenschap? Zeker weten. Theologie is ook een wetenschap. Ja, dus je zou kunnen zeggen, en je ziet vaak, dat opleidingen en wetenschappelijke disciplines, zoals theologie, maar ook de literaire wetenschap, en de kunstgeschiedenis, en de letteren en de sociale wetenschap, die zijn vaak meer van het constructivisme. En dan heb je de natuurwetenschappen, die zijn vaak meer van het positivisme. Ja, dus dan zie je dus ook dat is vaak loopt die scheidslijn ook een beetje door de disciplines. Maar je hebt ook binnen de sociale wetenschappen veel positivisten hoor. Ja, bijvoorbeeld mensen, ik heb collega's op de universiteit die willen gewoon alles uh, weet je wel, met statistiek en met vragenlijsten. En die willen alles zo hard mogelijk kunnen observeren met data. Die geloven helemaal niet in, uh, in dat constructivisme. En je hebt andersom, je hebt ook wat collega's die proberen die beide te combineren. Hè? bij het waarheidsdenken zich niet in de eigen staart. Als er bijvoorbeeld de tegenstrijdigheid is, hè, probeert eh, te plaatsen. Als er dus de tegenstrijdigheid tussen positivisme en conserven probeert te plaatsen. Wat bedoel je precies met plaatsen? Yes. Dus we zitten hier bij eigenlijk een hele belangrijke vraag over. Wat is nou die wetenschap? Wat kan die wetenschap nou wel en niet weten? Welke claim kan die wetenschap nou maken? Dus de wetenschap is daar eigenlijk heel erg over onzeker. Er is een hele grote discussie over onder wetenschapsfilosofen. Terwijl in mijn ogen in de samenleving nog heel vaak onterecht het idee heerst: oh, die wetenschap die weet het allemaal wel. En die wetenschap is objectief. Terwijl eigenlijk zou je kunnen zeggen: Nou, die constructivisten hebben ook niet de waarheid in pacht. Maar die zijn er toch wel succesvol in geweest om dat positivisme te ondermijnen. En om te laten zien dat dat niet is zoals het werkt. Dat met enkel positivistisch denken kun je de, eigenlijk, die wetenschap heeft geen toekomst. Daar zullen we het ook nog over hebben waarom de komende weken. Waarom, wat nou de grenzen zijn van het positivisme. Ja, dus uh, we zien eigenlijk dat die beide kampen, dat, dat positivisme en ook het constructivisme, die hebben allebei het risico dat die kunnen radicaliseren, en dat die kunnen doorslaan. Dat zien we ook aan alle kanten gebeuren. Dus zolang we als wetenschappers niet nagaan denken, hoe kunnen we die twee scholen samenbrengen, dan gaan die kampen, die twee kampen, die gaan polariseren. En die gaan steeds meer radicaal ten opzichte van elkaar stelling nemen. En dat is op dit moment aan het gebeuren. Dat vind ik een van de zorgelijke dingen in de wetenschap. Ja, dus we zien dat positivisme, dus een groep wetenschappers over de hele wereld, die willen we helemaal terug naar... Dat echt dat harde meten is weten. De wetenschap weet wat waar is en de rest niet. De wetenschap weet hoe het zit en de rest moet zijn mond houden. En die moet vooral luisteren als wetenschappers praten. Er kan een arrogantie in die wetenschap sluipen, wat ik ook top-down wetenschap noem, die dus heel erg gaat vertellen hoe de wereld in elkaar zit, en andere mensen de mond gaat snoeren. En ik vind dus een goed voorbeeld daarvan. Ik ben zelf kritisch op corona. We zullen de coronamaatregelen. We zullen het daar ook nog over hebben in, dit college, in deze college reek. Ik vind het trouwens heel belangrijk. Om ook zeg ik ook al tegen mijn studenten, jullie hoeven niet mijn mening te hebben. Hè? Dus ik geef soms mijn eigen mening over dingen. Maar ik waardeer het enorm als mijn studenten, dat gaat ook voor jullie andere meningen hebben. En daar ook tegen mij ingaan met hun eigen argumenten. Is dus allemaal alleen maar goed. Hè? Ik geef soms wel ook aan hoe ik de dingen zie, omdat ik dat wel helpend vind. Hè? In, ook te stimuleren, ook bijvoorbeeld mijn studenten. Hoe kun je een standpunt innemen? Hoe neem je argumenten in om ze een beetje uit te dagen om eigen standpunten in te nemen? Ja. Dus um, dat um, doorgeslagen positivisme, dat zag ik in de coronamaatregelen bij de virologie. Die hadden dan modellen gemaakt. Er werd niet meer getwijfeld aan de waarheid van die modellen. Mensen in de samenleving die allemaal eigen ideeën hadden over wat er aan de hand is met het virus en hoe het opgelost moest worden. Die werden niet serieus genomen. Er was toch zo'n OMT werd er gemaakt, zo'n klein groepje mensen met allemaal specialistische, vooral medische mensen, virologen, artsen, specialisten. Die met elkaar gingen nadenken en besluiten hoe moeten we met die crisis omgaan. Er was heel weinig inspraak. Heel weinig ruimte voor andere geluiden. Ja, dus die virologie is zo'n. Uh, is zo'n is zo voorbeeld ja, van een discipline die we tijdens corona hebben gezien, die echt op die stoel ging zitten: van wij weten wat de waarheid is. Dat constructivisme kan ook doorslaan. Ja, dat idee van: ja, maar er is niet één waarheid, alles wordt maar gemaakt en alles is eigenlijk ook onderhevig aan cultuur en politiek en macht en taal. Wetenschappers zijn ook maar mensen, die kijken ook maar op een bepaalde manier. Ja. Dat kan ook doorslaan op een gegeven moment: van, nou, dan kan alles dus waar zijn. Ja, dan is maar een wetenschapper, maar gewoon maar iemand met een mening. En ja, ik heb ook een mening. Dus dan hebben we twee meningen en dan weten we niet verder wat waar is. Ja, dus dat heeft dat constructivisme in wel... dat we helemaal niet meer weten wat waarheid is. En dat er niks meer hard is, dat alles zacht wordt. Ja, ik heb zelf heel veel kritiek gegeven op mijn eigen vakgebied gender studies, waarvan ik vind dat dat te veel in de greep is van dat constructivisme. Waar we eigenlijk zien dat, uh, dat is ook het stuk wat ik heb geschreven, waar zoveel discussie over ontstond, over, uh, waarin ik stelling nam tegen non-binair. Dat je nu ziet dat veel jongeren zeggen van: nou wij geloven niet meer in het onderscheid tussen man en vrouw. En wij leggen dat naast ons neer. En dat genderstudy zegt: oh, dat is interessant. We zien nu een emancipatiebeweging die wil voorbij man en vrouw. En dan zeg ik: van ja, maar dat betekent niet dat dat, dat dan ook maar eh, 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 zomaar kan. En dat het de ruimte kan geven zonder dat dat. Hè, er zijn bijvoorbeeld ook andere disciplines: de biologie en de psychologie. En daarbinnen past het eigenlijk niet zo goed. Ja, dus dat constructivisme, dat kan zo doorslaan als je helemaal in dat denken zit. Van oh, dan neem nou je ja, alles wat iedereen maar bedenkt, is eigenlijk ook waar. Dus de vraag is een beetje: hoe kom je hier nou voorbij? De, deze tegenstelling. Daar hebben we eigenlijk gewoon nog niet zo goed een antwoord op gevonden in de wetenschap, tot voor kort. Tot heel erg verkort. En er zijn eigenlijk pas de afgelopen 10, 20, 30 jaar ideeën ontwikkeld over hoe we hier aan voorbij kunnen gaan. Die ideeën zijn ongelooflijk krachtig. Ze zijn echt doorbraken geweest in de wetenschapsfilosofie over hoe we hier voorbij komen. En mijn stelling is dat als die nieuwe manieren van denken echt doorbreken in de wetenschap, maar ook in de samenleving, dan krijgen we een totaal nieuwe wereld. Dat heeft zoveel potentie. Dan kan die wetenschap helemaal vernieuwen. En een heel nieuw gedaan te krijgen. En echt de mensheid heel veel verder gaan helpen. Hele grote doorbraken. Dat wordt ook een van de grote doelen die ik heb in deze collegereeks. Om jullie als kijker daarvan te overtuigen. Dat er echt grote nieuwe denkers zijn geweest in de wetenschapsfilosofie. die de boel op zijn kop hebben gezet. En die de wetenschap in het fundament, eh, hebben nagedacht hoe je het wetenschap in het fundament kan hervormen. Dat het probleem is, wat ik jullie ook graag zou willen vertellen, is dat ondanks het feit dat deze nieuwe stromingen, eh, wat ik ook wel noem hier de derde weg, noem ik dat in deze sheet, dat zie je ook op de titel. Dus een derde weg, hè, als we dat constructivisme, oh sorry, het positivisme noemen we de eerste weg, het constructivisme noemen we de tweede weg. Als we dan die, hoe kunnen we daar voorbij? Hè? Als we dat de derde weg noemen. Dan kunnen we uh, echt heel veel. Ik hoor wat mensen die problemen met geluid. Of zijn er ook mensen die geen problemen hebben met geluid? Oké, okay, gelukkig. Dan gaan we gewoon door. Dus... Um... Dus dat is wat we. Eh, ik wil even daar eh, die derde weg. Ik wilde daar twee voorbeelden van noemen, twee hele interessante voorbeelden. Het eerste is wat we noemen het complexiteitsdenken. Stond toevallig pas ook een stuk over in het NRC Handelsblad. Complexiteitsdenken is een manier, een wetenschapsfilosofische stroming die eigenlijk heel veel inspiratie heeft gehaald uit de natuur. En die heel veel inspiratie heeft gehad van hoe kunnen we nou na, op een andere, nieuwe manier nadenken over wetenschap en kennis en werkelijkheid. Hè? Door te kijken naar bijvoorbeeld hele complexe diersoorten, groepen dieren of groepen planten of organismen of insecten. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Hoe komen die tot doorbraken? Hoe communiceren die met elkaar? Hoe overwinnen die bepaalde problemen en uitdagingen? He, dus dat noemen we ook wel complexe natuurlijke systemen. Er we zijn wetenschappers hebben heel goed gekeken naar dat soort uh, systemen. Bijvoorbeeld, koraalriffen is ook een goed voorbeeld. En gekeken van hey, hoe functioneert dat nou allemaal? En wat kunnen wij als wetenschappers daarvan leren in het nadenken over hoe de wetenschap eigenlijk zou moeten werken? En hoe wij als wetenschappers zouden moeten werken? Heeft heel veel opgeleverd. He, daar zal ik zo ook wel wat meer over vertellen. Dat complexiteitsdenken is echt heel interessant. En dan de tweede stroming, waar, we, waar ik zelf het vooral over ga hebben, want daar ben ik persoonlijk heel erg door geïnspireerd in mijn eigen persoonlijke leven en werk. Dat is dus Science and Technology Studies. als een vakgebied, dat noemen we het Nederlands Techniekfilosofie of Wetenschapsdynamica, daar zijn verschillende namen voor. Maar hoe dan ook, Science and Technology Studies, oftewel STS, hè, in, de, in, de, in, in zo heet dat vakgebied. En dat gaat eigenlijk over de vraag van. Um, of die hebben heel veel inspiratie gehaald uit het kijken naar, oké, okay, wetenschap zelf. Dus die hebben eigenlijk, oké, okay, die hebben eigenlijk gezegd van, laten we niet meer kijken naar wat wetenschap zegt dat het is. Al die claims die gedaan worden over wetenschap is dit, wetenschap is hard, wetenschap is zacht. Die eigenlijk hebben die STS'ers gezegd van, we gaan niet meer kijken naar, wat, naar die strijd en verschillende ideeën over wat wetenschap zelf zegt dat het is of zou moeten zijn. Wij gaan gewoon kijken naar wetenschappers terwijl ze werken. En we gaan observeren terwijl ze hun werk doen als wetenschapper. En op die manier komen we er meer te weten over wat zij nou eigenlijk doen. Dus je zou kunnen zeggen waar eigenlijk primatologen, die hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar primaten, door gewoon naar primaten te kijken, door met een jeep een, 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 een safari te doen door wilde dieren op te zoeken, door je tent op te slaan... en door te kijken naar hoe die dieren zich gedragen... is er heel veel kennis opgedaan door primatologen... over wat primaten zijn en hoe ze zich gedragen. En die STS'ers hebben precies dezelfde truc toegepast... maar dan met wetenschappers. Je zou kunnen zeggen, die hebben een tent opgeslagen in de wetenschap... op universiteiten, in onderzoeksscholen, in laboratoria. En die hebben gekeken hoe die wetenschappers... Tot waarheid komen en wat daar precies gebeurt en wat we daar allemaal van kunnen leren, heeft ook heel veel opgeleverd. Ja, dus het zijn twee verschillende wetenschappelijke stromingen, die hebben gekeken naar andere dingen. En het interessante is dat het complexiteitsdenken en ook STS ongeveer tot dezelfde conclusies zijn gekomen. Dus daar praten we ook veel over met mijn studenten. zullen we in deze college -reeks niet doen, want we gaan hier niet op het complexiteitsdenken in, dan wordt het veel te veel, want het is al heel wat om alleen dat STS te onderzoeken. Ik vind STS van deze twee zelf het interessantst en het rijkst, dus daar wil ik jullie in meenemen de komende colleges. Wat wij zullen doen is vanuit die STS bril zullen we kijken uh, wat is nou mis met de huidige wetenschap en wat zou er anders moeten. Jullie zien hier een foto, Bruno Latour, grote Franse filosoof, vorig jaar overleden, is de grondlegger van de STS. Bruno Latour is een Fransman, komt uit de Franse elite, heeft uh, ongelooflijk veel geschreven en gepubliceerd en uh, is eigenlijk voordat hij stierf uh, de laatste jaren gelukkig, want heel lang werd hij gezien als een, als een maloot, als een gekkie, als een wappie. Maar gelukkig is hij de laatste jaren voordat hij stierf, eigenlijk steeds meer erkend als een groot wetenschapper. En niet zomaar een groot wetenschapper, maar mogelijk een van de grootste ooit. Hij is echt iemand die, uh, het, nou ja, echt is, ge, ge, breed is erkend en omarmd als een grote wetenschapper. Hij heeft ongelooflijk veel geschreven. Ik heb ook wat literatuur op mijn website staan, wat je kan lezen ter voorbereiding voor deze colleges. Daar staan ook wat literatuur van Latour. Ik heb wat teksten geselecteerd uit wat ik nog steeds vind zijn beste boek. Het is een van zijn eerste boeken, een klassiek boek. Science in Action. Dat heet in het Nederlands Wetenschap in Actie. Ja. Dus uh, ja, dat is Bruno Latour. Ja, een hele belangrijke wetenschapper. Die echt heeft nagedacht dus over deze vraag. Hoe kunnen we dat zachte en het harde nou met elkaar combineren in, uh, in, in, om tot een nieuwe wetenschap te komen? Wat ik opvallend vind om even te zeggen. Wat, wat we toch steeds nu als een soort hardnekkig patroon zien, is ondanks het feit dat ik heel enthousiast ben en jullie na deze collegereeks, hopelijk ook. Over deze nieuwe stromingen, met name de STS. Dat we toch zien dat die nieuwe stromingen niet goed doordringen. Niet goed in de wetenschap, hoewel dat wel begint hoor. We moeten daar denk ik ook wel even geduld hebben, want die wetenschap is natuurlijk een machine die op een bepaalde manier draait en die kun je niet zomaar even veranderen. Uh, maar we zien het toch ook in de politiek en het bestuur en de media, waar het allemaal heel erg zou kunnen helpen om op een andere, meer, minder gepolariseerde manier te, in het leven te staan, een andere wereld te maken, we zien dat het niet goed doordringt. En het, ik, ik valt mij dus ook op dat eigenlijk dit soort nieuwe stromingen, nieuwe denkstromingen, ook een beetje op ramkoers liggen met de gevestigde belangen. Er zijn ook veel mensen en instituten op aarde die dit niet willen, dat de wetenschap vernieuwt. En dat het innoveert en dat het opener wordt en democratischer wordt en innovatiever wordt. Hè? Dus de wetenschap en hoe het nu werkt, dat is, die is ook, daar zullen we het ook over hebben, die is vervlochten met machtsstructuren. En er zijn een hoop krachten op aarde die eh, dat dus zo willen houden. Dus dat is ook belangrijk, vind ik, om aan jullie mede te delen als kijkers van deze collegereeks, Dat we vaak, laat je niet misleiden door de illusie dat wetenschap objectief is en losstaat van politiek. Die wetenschap en de universiteiten en de onderzoekscentra en de kennis die wordt gemaakt, die is één op één hangt die samen met de machtsstructuren. Dat kunnen we niet los van elkaar zien. En weten we toch ook heel erg dat op het moment dat jij bepaalde uitkomsten wil van onderzoeken, dan kun je die eigenlijk ook wel krijgen. Je kunt wetenschap ook wel gewoon best wel voor een heel groot deel naar je hand zetten. Ja, dus als je dat allemaal wil voorkomen en als je wil dat wetenschap eerlijk wordt gedaan en eerlijk wordt gemaakt, dan zullen we dus tot een nieuwe wetenschapsinrichting moeten komen. Ja, echt een hele nieuwe manier van die wetenschap inrichten. En wat ik al zei, er zijn helaas allerlei belangen op aarde die dat niet willen. Ja, dus de, die samenleving die verandert wel snel. Ja, en ik wilde even kort gaan pauzeren, vijf minuutjes, en dan met jullie doorgaan na de pauze. Even de benen strekken, een kopje thee pakken, water pakken. Maar voordat we naar de pauze gaan, wilde ik nog even de aandacht vestigen op waar we het dan na de pauze over gaan hebben. Ik heb dus gezegd van, die wetenschap, die moet hervormen. Er zijn ook ideeën over hoe die kan hervormen. Maar het gebeurt niet. Vooralsnog gebeurt het niet echt. En... Wat er dus, intussen is de samenleving aan het veranderen. En als die, ik wil het over drie veranderingen met jullie gaan hebben in de samenleving. Die me hele grote zorgen baren. En als de wetenschap niet verandert, dan geeft de wetenschap geen antwoord op deze maatschappelijke veranderingen. En dat betekent dat het in mijn ogen niet goed gaat aflopen met de wetenschap. Dus daar wil ik het met jullie gewoon concreet over hebben na de pauze. Misschien is het, het idee om gewoon even negen eh, minuutjes pauze te nemen. Tien minuutjes. En dat we om vier uur weer doorgaan. Neem echt even lekker de tijd om eh, even de benen te strekken en te pauzeren. Yes? Dan zien we elkaar zo om vier uur weer. Tot zo. Oké okay, mensen. We gaan twee minuutjes weer beginnen. Nou. Hartstikke mooie opkomst, mensen. Echt helemaal te gek. Ik zie ook wat bekende hier en daar in de chat. Ook leuk? Oké, okay, nou gaan we langzaam aan weer beginnen? Ja, het toont het belang ook aan, inderdaad. Dat denk ik dus ook. Ik denk ook dat is een, van de, een van de dingen waar we ook op uit zullen komen in deze reeks is dat de wetenschap. Um, Democratisch moet, meer in verbinding moet met de samenleving, veel meer samen met de bevolking dingen moet doen. Maar daar zullen we zo nog wel op terugkomen. Ik heb het voor de pauze met jullie gehad over. Uh, uh, over dat, dat die wetenschap maar niet verandert, terwijl er wel allemaal ideeën zijn over hoe dat zou moeten. En uh, dat de dingen vastzitten, zitten gewoon vast. Oude structuren, oude manieren van doen, oude denkwijzen, oude paradigma's, noemen we dat ook wel. Oude denkramen, die vastzitten in die instituten en die maar niet veranderen, omdat daar ook toch te veel belangen aan vasthangen om het te houden zoals het is. Um, er is, het staat niet helemaal stil, gelukkig. Er zijn ook heel veel belovende, natuurlijk altijd is er hoop... er zijn ook heel veel belovende vernieuwingen en innovaties. Maar het is op een, op een bepaalde manier ook wel... ja, deprimerend om te, om te zien voor mij hoeveel het soms vastzit. En ik heb soms ook wel eens de indruk... want eh, veel van jullie kennen mij natuurlijk vanwege mijn strijd tegen Woke... dat juist ook die wetenschap, omdat die niet mee-innoveert met de wereld... Dat er juist daarom ook zoveel ruimte in de wetenschap ontstaat voor allemaal ideologie. En een soort achteruitgang in plaats van innovatie. Als je dat pad van innovatie niet ingaat, dan kom je vast te zitten. En dan krijg je steeds meer ruimte voor ideologie en voor radicale ideeën, die eigenlijk nergens toe leiden. Allemaal dwaalsporen en rookgordijnen. En dat is wel waar ik, vaak al, waar ik me al langere tijd zorgen over maak en tegenaan loop. Nou, kijk, uh, ik wilde dus met jullie over wat is er nou aan de hand is in, in de samenleving. En de, als de wetenschap niet verandert, dan, uh, dan gaat het niet goed. Hè? Dan, deze drie ontwikkelingen die zijn gestart en die gaan niet zomaar stoppen. Dus de wetenschap zal zich moeten aanpassen, en anders dan, uh, ja, loopt het in mijn ogen niet goed af met de wetenschap. Wat zijn die drie? Wicked Problems, Surveillance Capitalism en post truth Society. Die drie, die licht ik graag even toe hier in deze reeks. Drie ontwikkelingen die heel goed laten zien dat de wetenschap dus hervormd moet worden. Wat is nou dat wicked Problems? Dat, het wicked problem is een concept dat echt komt uit dat complexiteitsdenken. En eigenlijk zeggen die complexiteitsdenkers die zeggen: van kijk, de samenleving die wordt steeds complexer, wordt steeds ingewikkelder. Er is wetenschap, er is technologie, er is globalisering en er zijn er steeds meer allerlei verschillende ontwikkelingen en veranderingen. Het gaat allemaal heel snel en eh, dus de, alles raakt steeds meer met alles verbonden in deze wereld. Er is een soort eh, enorme onderlinge afhankelijkheid van alles tegenwoordig. Wat er in Singapore gebeurt en in New York gebeurt, heeft impact op hoe de dingen hier gaan. Het is één groot met elkaar vervlochten systeem over de hele wereld. En dus de problemen of de vraagstukken waar wetenschappers zich over buigen, die zijn dus, worden ook steeds complexer. En die worden op een gegeven moment zo complex... ...dat die zijn niet meer gewoon een beetje ingewikkeld. zijn. wetenschap hield natuurlijk altijd al van ingewikkelde vraagstukken... ...van wat is DNA, hoe werkt licht, wat is zwaartekracht? Ja, maar inmiddels worden ze niet complex, maar echt... Eh, ...niet een beetje ingewikkeld, maar echt heel complex. En omdat er zoveel onderling afhankelijkheid is in deze wereld... ...en dat noemen we wicked. Op een gegeven moment worden problemen zo complex dat ze wicked worden... Wat betekent dat nou? Nou, dat betekent eigenlijk dat die vraagstukken niet meer gehoorzamen. Ja, dus die kunnen uh, niet meer gehoorzamen naar de wetenschapper die daar rustig naar wil kijken. Op het moment dat de wetenschapper ernaar kijkt, is, die, is dat probleem eigenlijk al veranderd. Op het moment dat de wetenschap probeert om het vraagstuk op te lossen, dan draagt die oplossing eraan bij dat het probleem weer verder transformeert en nog complexer wordt. Ja, dus die problemen, dan kun je bijvoorbeeld denken aan ongelijkheid op aarde, het feit dat de armen steeds armer worden en de rijken steeds rijker. Dat is bijvoorbeeld een vraagstuk, sociaal-economische ongelijkheid of ecologische problemen die op aarde spelen, grote problemen met het milieu en milieuvervuiling en de disbalans tussen mens en dier, al dat soort vraagstukken. Die worden steeds omdat die onderdeel zijn van die, van die uh, internationale netwerken, die allemaal zoveel onderdelen in zich hebben, met technologie verbonden zijn. En politiek en media. En in... Het is een ongelooflijk complexe wereld geworden. Daardoor veranderen die problemen ook zo snel. En zo uh, ja, is die wetenschapper rent de hele tijd achter die problemen aan. Ja, dus die wetenschap, we zien steeds duidelijker als we kijken naar die wicked problems, dan zien we dat die wetenschap niet meer losstaat van de werkelijkheid, maar die is ermee verbonden. Die wetenschappers, die zijn onderdeel van die problemen. Op het moment dat zij een oplossing bedenken of willen meedenken over een vraagstuk, over heel veel vraagstukken doen wetenschappers tegenwoordig mee, hebben we hebben het bijvoorbeeld ook gezien bij klimaat bij corona, en die lossen het probleem niet op, maar die dragen bij aan de complexiteit van het probleem. He, dus dat oude idee dat we hadden van vroeger, van die wetenschappers die lossen problemen op, nou, dat is niet meer zo. He, die vraagstukken in de wereld die zijn wicked geworden en die zijn niet meer zo makkelijk op te lossen. He, dus we zien dat wetenschappers die nog in dat oude denken zitten en maar wel naar wicked problems onderzoek doen, die, he, vond ik ook dat we dat zo goed zagen tijdens corona, dat dat OMT zat heel vast in een oude, monodisciplinaire wetenschap, zoals ze we dat noemen, dus vanuit één vakgebied, en keek op die manier naar een heel complex probleem van een virus dat zich verspreidt over de aarde en dat allerlei impact heeft op allerlei verschillende manieren. Maar er werd op één manier naar gekeken, ook heel rigide, vanuit modellen en vanuit de overtuigingen van dat vakgebied. Er was geen bewustzijn over hoe, hoe, is nou eigenlijk, hoe dragen wij zelf bij aan het probleem. Ja, dus er is, um, dan zien we eigenlijk dat die wetenschappers, als we ons op die manier, op zo'n lompe, logge manier, tot die hele complexe, verfijnde vraagstukken verhouden, dan, kom, dan gaat die wetenschap eerder kwaad dan goed doen. Ja, dus dat is een heel groot probleem. Die wetenschap, er zijn allemaal oplossingen bedacht, gelukkig, vanuit het complexiteitsdenken en vanuit de STS, over hoe je nou je goed onderzoek kan doen naar vraagstukken, die ook wicked zijn hoe je je daartoe kan verhouden als wetenschapper. Dus daar hebben we allemaal heel goed over nagedacht. Maar zoals ik al zei, ja, dat dringt allemaal niet zo goed door... in hoe er concreet met de wetenschap wordt omgegaan. Ja, dus... Uh, dat is een heel groot probleem, die wicked problems. Die gaan niet minder worden. Ja, dus we hebben hier echt meer complexity thinking nodig, het complexiteitsdenken, allemaal nieuwe manieren. Die wetenschap dat is een van de dingen waar we het veel over zullen hebben in deze college reeks. Je zal ze bescheidener moeten opstellen. Je zal meer samen moeten werken met allemaal andere mensen die expertise hebben. En bij corona hebben we dat bijvoorbeeld gezien. Hè, dat heel veel mensen ideeën hadden over hoe je om kan gaan met het virus. Die niks met medicijnen te maken hadden, Of met vaccinaties, maar meer bijvoorbeeld met ademhaling. Met kou, een Wim hof methode, dieet, afweer, stressvermindering, slaap. Er werd allemaal niet naar gekeken. Het speelde eigenlijk bijna geen rol in de aanpak van het virus. En wel hele zware modellen van die virologen en hele zware maatregelen om die modellen bij te sturen, zoals lockdowns en... Anderhalve meter afstand. Want ja, alle andere manieren waarop er kennis kon worden bedacht over hoe dat virus zou kunnen, hoe die schade zou beperkt zou kunnen worden, daar kon eigenlijk niet zo goed over gesproken worden. En kon zeker geen rol in het beleid krijgen. Ja, dus dat even als een voorbeeld. Nou, dus dan zijn die wicked problems. Dat is de eerste grote verandering ja, die er is. Die problemen die zullen alleen maar complexer worden. Dus de wetenschap moet zich aanpassen. Als we dat niet doen, dan gaan we achter het net uh, vissen. Tweede probleem is, dit vind ik een heel interessant en belangrijk concept, zal ik ook dus iets langer bij stilstaan, high-tech surveillance capitalism, het surveillance-kapitalisme. Ook noemen we in het Nederlands ook wel het toezicht-kapitalisme. Ja, dus wat we zien is... Uh, ja, dus hier wordt de vraag gesteld: is het probleem wellicht dat wetenschappers die iets anders zeggen dan wetenschappers van de overheid niet gehoord mochten worden en werden gecensureerd? Het is heel belangrijk om te zien dat rond heel veel vraagstukken bepaalde wetenschappers met bepaalde opvattingen alle ruimte krijgen, en andere wetenschappers met andere opvattingen, dat er geen debat mee wordt aangegaan, maar dat die worden weggezet als fout, slecht, pseudowetenschap. Ja? Dus een hele belangrijke opmerking. En dat is een van de dingen die zal moeten veranderen. Dat we de wetenschap, hè, zullen we veel meer moeten erkennen dat er eigenlijk rondom heel veel vraagstukken, er ligt nu zoveel nadruk op dat er zogenaamd consensus zou bestaan over van alles en nog wat. Maar als je gaat inzoomen, er dus, is wel consensus over dingen. Bijvoorbeeld dat de aarde een ronde bol is. Hoewel sommige mensen dat ook bevragen, maar ik denk toch wel dat dat klopt. En dat water kookt bij 100 graden. Er zijn er nog een aantal dingen die we best wel met zekerheid kunnen zeggen dat dat klopt. Maar als je gaat inzoomen, ook rondom al dit soort dingen, en zeker rondom wicked problems, dan zien we eigenlijk dat we heel veel dingen niet weten. En dat er heel veel discussie is. En heel veel twijfel is. En dat wetenschap in de kern veel meer gaat over twijfel dan over onzekerheid. Eigenlijk is wetenschap zou in mijn ogen een vorm van georganiseerde twijfel moeten zijn. Hoe kunnen we nou verschillende mensen met verschillende ideeën en verschillende gedachten, met verschillende overwegingen, en verschillende twijfels met elkaar in gesprek laten gaan? En wat we tegenwoordig zien is vooral wetenschap wordt gemaakt tot iets wat, wat zogenaamd over zekerheid zou gaan. En bepaalde mensen met bepaalde meningen, een overtuiging een onderzoek wat past in wat gewenst is, dat wordt neergezet als wetenschap. En andere wetenschappers die worden weggezet. Het is een heel zorgelijk probleem. Nou, en dit heeft veel te maken dus met ook wat ik nu wil bespreken. Dat high-tech surveillance-kapitalisme. Dus we hebben gezien die informatiesamenleving. We dus leven op dit moment in een informatiesamenleving. En daarin speelt technologie een hele grote rol. En dit concept is vooral ontwikkeld aan de hand van big tech door het bestuderen van de manier waarop big tech zich ontwikkelt. Dus dan hebben we het over de grote bedrijven: Google, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Daar is veel onderzoek naar gedaan. En wat we eigenlijk zien is dat wij steeds meer uh, van onze data, wij zitten allemaal verbonden, zijn we op dit moment ook via Zoom. En dit programma is op dit moment allemaal data over ons aan het verzamelen. Die data die wordt centraal opgeslagen, die is eigendom van dat bedrijf en die wordt geanalyseerd. En met die analyse van die informatie, van onze data, winnen deze bedrijven kennis in over ons gedrag, over waar we over praten, waar we ons zorgen over maken, waar we over nadenken, waar we over twijfelen, waar onze emoties over gaan. Dus die big tech bedrijven, die weten heel veel van ons. Ja, en de, die kennis, zij weten vaak meer van mensen dan wij zelf. Zij snappen inmiddels beter hoe wij in elkaar zitten, naar welke evenementen we gaan gaan, waar we gelukkig of boos van worden, waar we blij of verdrietig van worden, hè, dan wij zelf. Dan hebben zij beter een kaart dan wij. Dus daar zit een hele enge gekke ontwikkeling. Hè? Dus we komen steeds meer in zo'n informatiesamenleving terecht. Waar dus steeds meer informatie wordt verzameld over ons door al die technologie. En die informatie die komt terecht bij een kleine kapitalistische elite. Dus dan gaat het over de CEO's van Twitter, van Facebook, van Instagram. Ik vind het op zich een goede ontwikkeling dat nou Elon Musk Twitter heeft overgenomen. Omdat dat een beetje breekt. Die breekt de macht een beetje in Silicon Valley. Want als een man met andere overtuigingen dan de meeste anderen in die grote techbedrijven. Maar het blijft toch ook weer één miljardair, die dat, een multimiljardair, die zo'n mega-bedrijf in handen heeft, waarvan we niet zo goed weten, wat wil hij nou met al die data? Hij weet veel van ons, hè? Twitter weet heel veel van ons. Dus uh, wat doet hij daarmee? Wat wil hij daarmee? En laat staan al die andere bedrijven, Google, Twitter, Google, Facebook, Netflix, ze weten zoveel van ons. Ja... Dus wat we eigenlijk zien, wat ik belangrijk vind om te zeggen aan het kapitalisme, is dat ook bijvoorbeeld Big Pharma de hoop van ons weet. Ook weer zo'n bedrijf dat heel veel wetenschap en technologie in handen heeft. En waar we, die weet precies welke medicijnen mensen gebruiken, hoe het met onze gezondheid gaat, waar behoefte aan is. Die weten dat ook steeds beter. We willen ook steeds meer daar de controle op vergroten. Op wat nemen we, hoeveel vaccins nemen we. Wat, waar, welke medicijnen nemen, hoe vaak bewegen we. Hè? Als je een Apple Watch hebt, dus ook weer allemaal data wordt verzameld over je hartslag, hoeveel uren slaap je. Nou, hè? dus er wordt allemaal data verzameld van over onze gedragingen, over onze gezondheid, ons energieverbruik. Hè? En wat we eigenlijk zien is dat er op die manier, vanuit het bezit van die wetenschap en die technologie, dat het eigenlijk. Steden, steden, belangrijke, krachtige technologieën... die komen steeds meer in handen van een kleine elite. He, dus dan denk aan de, aan de directeuren van grote bedrijven... of het militair-industrieel complex, ook zo de ruimtevaart... ook weer zo'n belangrijke industrie... waar heel veel technologie en wetenschap wordt gebruikt... Om, om innovaties en technologieën te produceren. En die zijn in handen van een kleine groep mensen... Ja, en wat we ook nog eens een keer zien is dat al deze verschillende sectoren, dus big tech, big pharma, energiebedrijven, het ministerieel -energie complex en de mensen en, de, en de, 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 de topmensen daarvan, dat die ook nog eens een keer steeds meer in dezelfde netwerken komen. En vergelijkbare vriendengroepen hebben en naar vergelijkbare bijeenkomsten gaan en vergelijkbare ideologieën onderhouden. Ja. Dus er is natuurlijk al lange kritiek op. Vanuit bijvoorbeeld vroeger had je de Occupy-beweging en het idee dat er een 1% is in de wereld die steeds meer macht en geld en technologie en wetenschap naar zich toe trekt. Dat is nog veel meer. Er is een 1% van een 1% van een 1% inmiddels. Een hele kleine machtige wereldelite die eigenlijk via wetenschap en technologie heel veel weet van ons. En dus ook weet van ons gedrag, van onze voorkeuren, wat wij de hele dag doen waar we aan denken, et cetera. Wat doen zij met die data? Wat doen zij daar nou eigenlijk mee? En hebben wij daar inspraak op? En hoe kunnen we daar inspraak op krijgen als mensen? Als gewone burgers? Hoe kunnen we nou voorkomen dat die machtigsten die data misbruiken... voor een agenda van controle, uitbuiting, censuur, winstbejag... Dus daar gaat het over bij dat surveillance-kapitalisme. Dat we wel steeds zien dat technologie steeds meer wordt gebruikt voor een agenda van controle. Ja. En wat belangrijk is om te zeggen, is dus dat wordt wetenschappen en technologie. die is dus die zijn vervlochten geraakt met de machtsstructuur op aarde. De rijken, de rich en de powerful op aarde. die hebben ook de meeste toegang tot wetenschap en technologie. En die gebruiken die wetenschappen en technologie. om hun macht te verstevigen. En een ontwikkeling die daar heel erg bij heeft geholpen, is wat ik hier noem de neoliberalisering van de universiteit. Daar bedoel ik eigenlijk mee dat het marktdenken en het, geld, het, 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 markt, het private geld en private belangen steeds grotere rol zijn gaan spelen in de universiteiten. Universiteiten zijn eigenlijk allemaal afgelopen jaren, zeker in de westerse wereld, die zijn een efficiëntiedenken gaan doen die zijn ook wat meer gericht op inkomsten en op bezit en op winst genereren. Die willen steeds meer partnerships met bedrijven hè, en met private partners, wat in heel veel opzichten ook goed kan werken, maar waar we eigenlijk niet zo goed over hebben nagedacht van, oké, okay, maar hoe voorkomen we dat dat misbruikt wordt, dat eigenlijk dus nu gewoon de rijken de wetenschap overnemen? Ja, dus dat is een, een groot probleem wat speelt op de een grote uitdaging op de universiteiten. Ja, en dan hebben we, uh, wat, wat belangrijk is... Ik ben ook sterk beïnvloed door het werk van Naomi Klein. Die heeft een boek geschreven, de shock-doctrine. En eigenlijk wat we zien is dat die macht en die controle van technologie... die wordt vooral via shock uh, uitgebreid steeds. Uh, dus we hebben bijvoorbeeld gezien dat 9-11... Dat was zo'n belangrijk moment waarop hè, die, die torens die stortten in. Er werd opeens oh, er is internationaal terrorisme. En dat opende de weg naar eigenlijk allerlei wetgeving, waarbij technologie werd ingezet om, om, om de controle op de bevolking te vergroten. Ja, via die Patriot Act en andere wetgeving, heeft eigenlijk de Amerikaanse overheid toegang gekregen tot telefoongegevens, tot datagegevens. Vanuit de shock van die terreuraanslag. Van oh, we willen nu even terrorisme kunnen opsporen. Wordt inderdaad vaak gezegd, het is tijdelijk. Maar de wetten veranderen en die macht die wordt vergroot. Ja? En dat hebben we ook bij de bankencrisis gezien. En bij de coronapandemie. Dan is er zo'n shock en we schrikken allemaal. En op dat moment moet je altijd opletten. Want dan zie je dus dat dan dus de wetgeving gaat veranderen. En dat mensen sneller geneigd zijn om akkoord te gaan met. Het uit handen geven van controle, het, het, het handen geven van privacy. En, hè, omdat ze dan ook bang zijn en oplossingen willen voor de problemen die er spelen. En dan wordt vaak gezegd, nou we doen het maar. Hè? Dus dan komt opeens bijvoorbeeld de laatste coronapandemie. Dan zie je opeens er heel lichtzinnig gedacht over grondrechten. En wordt er over zo'n QR-pas. Up, laat het maar invoeren dat je overal eigenlijk je medische gegevens moet laten zien voordat je ergens binnenkomt. Via een pasje. Ook weer zo'n Iets wat bijna toch was doorgedrukt hier in Nederland, wat niet veel geschilderd. we hadden nu zo'n pasje overal moeten laten zien als je een restaurant of een bioscoop in wilde. En waar je dan toch weer. Dan zou je heel goed ook weer surveillancecapitalisme kunnen noemen. Waar vanuit ideeën over winst, vanuit een machtige kapitalistische. Winst en controle en toezicht. Hè? Een agenda van controle en toezicht wordt uitgerold over de bevolking. Nou, dus. Um... Ja, dus wat we eigenlijk zien, is dat we. Die, die social media die speelt een heel grote rol in dat surveillance kapitalisme, omdat die zoveel data over ons verzamelt. Elke dag, elke seconde. Hè? Ook op dit moment gebeurt dat bijvoorbeeld. Hè? En um, ja, ik zie een vraag van Emma. Er is een, wil je een vraag in de chat zetten? Oh, van wie is de term high-tech surveillance kapitalisme? Latour? Was deze duiding in techniek Goede Goeie vraag. Die term, daar kom ik zo op terug in de volgende sheet. Die term komt van Shoshana Zuboff. Dat is, dat is een professor van de Harvard Business School. En die heeft een fantastisch boek geschreven over surveillance-kapitalisme. Ik vind dat vergelijkbaar qua, qua belangrijkheid met het boek van Matthias de Smet over totalitarisme. En je kunt, zij is zeker sterk beïnvloed ook door, het, door STS en Bruno Latour. Zeker. Wat we zien als we kijken waar Zoe of op heeft gewezen bij social media, zijn die filterbubbels. Hè? Dus we worden allemaal, we zitten allemaal in verschillende, via die algoritmes zitten we in eigen informatiebubbels. Krijgen we bepaald nieuws wel en ander nieuws niet. Hè? Wordt vaak ook aangepast op wat we leuk vinden, wat we. Uh, wat we, we onze liken en waar we op klikken. Ja? Dus er wordt steeds meer hè? kunnen we dan ook in een soort echo-kamer terechtkomen. Ja, en daar zit dus vaak ook die zorg van fake news. Dat die social media steeds meer nieuws laat zien. Niet zozeer wat klopt, maar wat we leuk vinden om te horen, of waar we langer door op Facebook blijven, of we door sneller klikken op links. Ja? Dus dat is een, een gevaar, die filterbubbels. En tegelijkertijd zie je dat dus nu die social media bedrijven dan zeggen, oh, we gaan dan fake news bestrijden met factcheckers. En dan is het weer de vraag: ja, maar wie doet dan die fact-checking? En wie bepaalt dan wat waar is en wat niet? Heel veel van die fact-checkbedrijfjes, dat zijn ook weer commerciële ondernemingen met bepaalde belangen. Die er ook weer belang bij hebben om bepaald nieuws en bepaalde feiten als waar en andere als vals neer te zetten. Ja, dus dat is allemaal heel veel politiek ziet erin. Ik zie een hand van Ferdinand de Jong. Heb jij ook wat gepost? Even kijken. Dit was verhelderd voor heel wat van mij. Er wordt een hoop achterhouden. Dit is een link naar een Twitter. Die zal ik zo openen. Launce ben je gamer. Nee. Ik ben geen gamer. Hoezo? Ik heb wel een tijd gegamed. Maar in de gaming zal ik ongetwijfeld ook wel spelen. Ja, dus Emma stelt die vraag van agenda van toezicht wordt uitgerold. Bedoel je dat dit actief wordt gedaan of als een reactie op een crisis die zonder opzet ontstaat? Ja, dus dat is ik, 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 wat ik het belangrijk vind en interessant vind aan het werk van zowel Zoebov als Matthias de Smet. Is dat ze eigenlijk vooral laten zien dat het systeem op een bepaalde manier werkt. En onze bepaalde kant opduwt. Dat je niet eens heel veel hoeft na te denken over dat er echt ook top-down. Uh, controle of van een soort hè, complotachtige elite wordt uitgevoerd dat het systeem aan een bepaalde kant op gaat ik denk ook dat je wel argumenten kan maken, dat er ook vanuit die steeds machtige wereldelite dat er ook top-down wordt ingegrepen maar het verbaast me iedere keer ik denk iedere keer hoe weinig dat nodig is hè, ook als ik bijvoorbeeld woke zie op de UvA, dat is niet echt iets wat top-down wordt ingevoerd het, zit meer iets, het is een soort cultuur waarin we elkaar houden en waarin we vastzitten en waarin mensen elkaar aansteken en zo. En ik zie dat dus ook uh, bij, uh, op het gebied van bijvoorbeeld uh, uh, social media en de ontwikkelingen die daar gebeuren. Dus heel veel dynamiek die er ontstaat gewoon van onderop, hè, waar we zelf aan meedoen en waar we zelf in terechtkomen. He, dus ik maak me hier echt zorgen dat dat high-tech surveillance-kapitalisme, dat technologie en wetenschap op zo'n manier uh, kunnen worden ingezet, uh, he, dat dat uh, gaat ontsporen. En nu vraag jij kortom: het is allemaal onze eigen schuld. Nou, het is, ik denk niet zo graag met het termen van schuld. Het gaat niet om schuld, maar hier zit natuurlijk ook wel hoop. He, het betekent ook dat wij zelf de macht hebben om uit dit soort systemen te stappen, he, en dat we kunnen zeggen. Ja, en er wordt hier gezegd, woke is zeker wel top-down. Dat geloof ik ook hoor. Er zitten zeker top-down elementen in woke. Hè? Maar ik zie ook hoeveel makkelijk het bottom-up ontstaat en zich handhaaft. Hoe weinig sturing het nodig heeft om daar toch gewoon heel invloedrijk te zijn. Maar ik geloof ook zeker dat er top-down elementen zijn. Volgens mij werkt dat allemaal samen. Ja? Dus. Um... Zubolf, die zegt ook zeker hoor dat er top-down elementen spelen. Dat die techbedrijven gewoon ook heel actief sturen. In wat zij, in wat zij noemt een epistemische koep bereiken. Een machtsgreep. Ik heb een artikel voor jullie op, op uh, deze week uh, als literatuur op mijn website gezet. Ter voorbereiding voor dit hoorcollege. Nou, ik vind dat een ongelooflijk best wel schokkend artikel. heeft in de New York Times gestaan een paar jaar geleden. Waarin ze eigenlijk zegt van, nou, er is een machtsgreep gaande, een totalitaire machtsgreep van big tech. En dat is een, zij noemt dat een epistemische koep. En als we even kunnen herinneren wat dat woord epistemisch betekent, dat betekent kennis. Epistemische vragen zijn vragen die gaan over kennis. Een epistemische koep is een kenniskoep. Dit gaat dus over wie, van wie is nou die data? Die wij genereren over onze voorkeuren, gedragingen, herinneringen, emoties. Hè, die we elke dag achterlaten als een digitaal spoor als wij op internet en onze, op onze telefoon zitten. Ja, dus zij ze zegt eigenlijk: er is een epistemische koep gaan en die gaat in vier stappen. En toen zij het artikel schreef in 2019, zei ze. We zitten al in stap drie. Ik zou zeggen: inmiddels zitten we in stap vier. Vestigt moet dat zijn, niet versticht, maar vestigt, weer die vierde stap. Van vestigen. Ja, dus vier stappen. Het eerste wat, zegt, wat Sociaal Zouro zegt dat er gebeurt, is dat epistemische rechten worden afgenomen. Dat betekent eigenlijk, wij burgers, wij gaan allemaal op die social media bedrijven, wij gaan allemaal op die diensten zitten, we accepteren de algemene voorwaarden. En dan stemmen we eigenlijk in, zonder dat we er heel erg bewust van zijn wat we dan precies doen. Met het feit dat onze data van hen is, van die bedrijven is. Ja, dus epistemische rechten die worden afgenomen, hebben veel te maken met het feit dat we eigenlijk het bezit over onze data uit handen geven aan die commerciële kapitalistische bedrijven, vaak Amerikaanse bedrijven. Dat is de eerste stap. Alleen door op die diensten te gebruiken, geven we eigenlijk onze data weg. Het recht, het bezit over onze data geven we weg. Dan zegt zij de tweede stap van die epistemische koep, van die machtsgreep van big tech, is dat er epistemische ongelijkheid komt. Daarmee bedoelt ze eigenlijk dat eh, die data die geven we uit handen en die bedrijven die weten dan al heel snel meer over ons dan wij. Dus dat betekent dat er een kennisongelijkheid is. Zij hebben zoveel toegang tot data van zoveel mensen, zij kunnen zo goed ons gedrag en onze voorkeuren begrijpen. Dat eigenlijk die uh, ongelijkheid steeds toeneemt. Over wat wij van onszelf weten, enerzijds, en wat die bedrijven over ons weten, anderzijds. Dat is die epistemische ongelijkheid. Dit onderbouwt ze allemaal in dat boek, na jarenlange studie van uh, social media. En van, het, van Facebook en Google. Dan zegt ze op een gegeven moment waar die bedrijven ook belang bij hebben, is dat er epistemische chaos ontstaat, kennischaos. Daarmee bedoelt ze eigenlijk, mensen zitten allemaal in verschillende bubbels, ze leven niet meer in één werkelijkheid, krijgen allemaal op hun eigen tijdlijn ander nieuws te zien. Wat ik al zei, we krijgen vooral nieuws waar we veel op klikken, wat veel sensatie veroorzaakt, dat we makkelijk delen. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment epistemische chaos. Dan is het van, oh, niemand weet eigenlijk meer wat waar is. Mensen komen in eigen waarheidstunnels te zitten, eigen filterbubbels, eigen algoritmebubbels. En dan is er steeds minder dialoog tussen mensen, er ontstaat polarisatie. En, en, en ook heel veel discussie en ruzie over wat is nog waar en wat is nog niet waar. En hoe moeten we omgaan? En heeft Donald Trump nou wel of niet de verkiezingen gewonnen? En is die inval in de, van de, die Donald Trump-aanhangers nou wel of niet fout geweest in het Capitool? Ja, andere mensen denken daar verschillend over. En op een gegeven moment zegt zij: dan wordt die chaos zo groot dat mensen zelf behoefte krijgen, de bevolking zelf krijgt behoefte aan duidelijkheid. En die gaat op een gegeven moment, en dan krijgen we dus dat die dominantie zich ontstaat, die gaan op een gegeven moment aan die big tech bedrijven vragen: willen jullie alsjeblieft vertellen wat nog waar is en wat niet? En willen jullie ingrijpen? En dat zien we nu gebeuren. Dat hebben we tijdens corona ook heel gezien. Dat gaat Facebook zelf beslissen wat is waar over corona en wat niet. Welke, mede, welke posts op social media krijgen een waarschuwing, welke niet. Uh, wel, het wordt wel en niet gecensureerd. Ook op LinkedIn en op al die grote netwerken, social, net, social media netwerken, wordt er top-down ingegrepen? Steeds meer. En worden de dingen weggecensureerd, krijgen mensen bepaalde waarschuwingen, worden video's van YouTube gehaald, worden accounts geblokkeerd, hè? bepaalde personen worden weggezet. Mensen willen dit zelf. Dat is een heel belangrijk zeg ze, onderdeel van die machtsgreep van Big Tech, dat die chaos, die moet zo uit de hand lopen, dat mensen zelf gaan verlangen naar een einde aan de chaos. En dan vragen, alsjeblieft, geven. en daarom zien we denk ik nu ook in Nederland en in de wereld zoveel, consensus en zoveel gelatenheid onder de bevolking, dat mensen het eigenlijk wel prima vinden dat er zoveel gecensureerd wordt, omdat het rust geeft. En dat mensen het wel lekker vinden dat Donald Trump even niet meer twittert, hè, voordat Elon Musk Twitter overnam. Want dat creëerde toch zoveel onrust en dan alles werd er op zijn kop gezet. En, hè, dus mensen krijgen op een gegeven moment zo'n behoefte aan het eind van de chaos, dat zij censuur accepteren als oplossing. Dat is de vier stappen van Shoshana Zuboff. En nogmaals, zij zei dus in 2019, we zitten in de derde fase. En zij voorspelde toen dat er steeds meer top-down zou worden ingegrepen. En ik denk dus op die social media netwerken, en dit is even een voorbeeld van dingen die ik heb gezien: TikTok zou op een gegeven moment alle video's van Andrew Tate en David Ike verwijderen. Twitter verwijdert het account van Donald Trump. Bol.com en Amazon die hebben nu allemaal boeken over complottheorieën van de website gehaald. Of ze hebben daar een labeltje bij gezet. Van pas op, dit is valse informatie. Waarbij zij dan ook weer, al die bedrijven bepalen dan dus hè, wat waar is en wat niet. Maar ik ben zelf helemaal niet tegen mensen waarschuwen. Nadenken over hoe we hè, tot pure. Er is natuurlijk een hoop fake news en een hoop onzin. Ook in complottheorieën, maar niet alles. Dus de vraag is een beetje: waarom, dat mijn bezwaar is vooral, waarom geven het zo uit handen aan die grote bedrijven? YouTube verwijdert video's die desinformatie zouden verspreiden over corona en klimaat. Wat is dan precies wel en niet desinformatie? Steeds meer mensen gaan naar zo'n platform als Rumble. Hè? Google laat geen zoekresultaten meer zien van onbetrouwbare websites. Er wordt ook heel veel weggehaald in die zoekresultaten van Google. Ongelooflijk. Steeds meer wordt gewoon weggehaald. LinkedIn en Facebook verwijderen allemaal antivaccinatiecontent. Dus je kunt tegenwoordig, je heel snel in zijn hoekje gezet, antivax als je kritisch bent op de vaccins bijvoorbeeld. Terwijl ook heel veel wetenschappers met goed onderbouwde wetenschappelijke argumenten, met kennis van zaken, dan ook worden weggecensureerd. Dus dit is allemaal aan het gebeuren. En dat zouden we dus kunnen verklaren, zegt Sosjana Zuboff... aan het feit dat we eigenlijk de macht over onze data en over onze kennis uit handen hebben gegeven aan een paar bedrijven. Nou, wat fijn, allemaal tips worden ook gedeeld in de. Ja, ik vond ook een goede vraag van jou, Huub van Baal, waar de vraag blijft waarom laat universiteiten zich in dit keurslijf druwen. En dat is dus ook weer de hoop. We hebben er allemaal baat bij, omdat zelf, uh, om we zijn daar zelf bij. Hè? We kunnen de, dat, dat is ook wat ik heb proberen te doen met mijn klokkenluidersmelding. Oké, okay, we kunnen ook nog zelf zeggen, proberen het te kantelen en te stoppen. En dat gebeurt ook op heel veel universiteiten. Dus laten we niet alleen maar somber zijn, maar we zien wel dat er hele grote tendensen deze kant op zijn. En dat het veel moed vraagt om hier tegenop te staan. Ja. Nou, en dan het derde. Dus we hebben nu twee dingen besproken. die in de samenleving aan de hand zijn. waar de wetenschap op dit moment eigenlijk geen goed antwoord op heeft. Ten eerste: uh, uh, de, de, dat er steeds meer wicked problems ontstaan. Ten tweede: dat het surveillance-kapitalisme oprukt. Waarin wetenschappen en technologieën eigenlijk vooral misbruikt worden. en de wetenschap heeft er geen antwoord op vooralsnog. In ieder geval niet een heel goed doordacht groot antwoord. De derde ontwikkeling die gebeurt. is. De post-truth society noemen we dat in de sociale wetenschappen. Uh, de waarheid, de post-waarheidssamenleving ontstaat. En dat heb ik al aan het begin even kort genoemd: dat we zien dat um, um, de post-truth samenleving, we zien eigenlijk dat daarin wetenschap steeds meer autoriteit verliest, dat feiten ter discussie staan. He, wat ik heel interessant vind om te zien aan bijvoorbeeld bewegingen, politieke bewegingen van bijvoorbeeld Donald Trump in de Verenigde Staten. Maar we zien dat hier ook in Nederland bij bijvoorbeeld viruswaarheid of bij uh, Forum voor Democratie. Dan zien we eigenlijk dat, die, uh, dat, dat er verzetsbewegingen komen tegen die wetenschappelijke autoriteit. He, dat eigenlijk mensen in de samenleving het niet meer pikken, dat die wetenschap zegt, ja, um, de klimaatverandering zit ze dus zo in elkaar en corona zit ze dus zo in elkaar. En, en, dat, en dat ze eigenlijk ze voelen, voelen deze partijen en voelen ook um, um, de stemmers van die partijen heel goed aan dat die wetenschap zichzelf heel vaak heel erg overschat. En dat die modellen van het OMT maar beperkte waarde hebben, hoe sterk die ook zijn hè, en hoe de, hoeveel de virologie ook heeft opgeleverd. Hè, er zitten ook beperkingen aan dat monodisciplinaire denken. En wat we op een gegeven moment zien, is dat er allerlei bewegingen opstaan in die post-truth-samenleving, die die wetenschappelijke autoriteit niet meer accepteren. En wat daar dreigt te gebeuren, als een hele gevaarlijke en onwenselijke ontwikkeling is dat die critici die op zich heel goed werk doen in het bekritiseren van die wetenschappelijke autoriteit zelf ook weer doorslaan en in de contramine gaan en eigenlijk zeggen er is niks meer waar. Ja, uh, corona is maar een virusje, is maar gezond is maar een uh, griepvirusje. Terwijl er toch heel veel aanwijzingen zijn dat het virus echt andere dingen doet dan het uh, griepvirus, het influenzavirus en ook gevaarlijker is. Uh, en bijvoorbeeld klimaatverandering. Ik denk dat het heel goed is dat er kritisch wordt gekeken naar die modellen van het IPCC en de Verenigde Naties, die zo heel dwingend allemaal hele grote doemscenario's schetsen over het klimaat de komende jaren. Het is heel belangrijk dat daar kritiek op komt. Maar wat we vaak zien is dat de bewegingen die kritisch zijn, in de contramine gaan en zeggen er is niks waar van klimaatverandering. Ja, en dat is ook weer het andere uiterste. Dus wat we zien is dat eigenlijk twee kampen ontstaan in de samenleving. Eentje die graaft zich steeds meer vast in de wetenschap, weet hoe het zit, en, en die gaat daarin de, 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 de kennis die de wetenschap heeft heel erg overdrijven. En de tegenstanders die gaan juist in de contramine en gaan wetenschap eigenlijk in zijn geheel aan de kant schuiven. En op dat moment zitten we eigenlijk in een probleem. Hè? Dan polariseert het ook weer. En dan zijn we eigenlijk ook weer uit elkaar gespeeld. En dan heeft de wetenschap, die moet dan echt gaan nadenken van ja, hoe kunnen wij nou die polarisatie stoppen? Dus die post-truth samenleving, die polariseert heel erg. In opvattingen over wat wetenschap is en wat feiten zijn en wat valse informatie is. En de wetenschap heeft hier ook geen antwoord op. Vooralsnog. Die polarisatie die laten we maar doorgaan. Terwijl eigenlijk dialoog moet ontstaan. Ik ben zelf heel erg van radicale dialoog. Ik zou vinden: laten we Jaap van Dissel met Willem Engel aan tafel brengen en praten. En we weten vanuit die nieuwe, van filosofische stromingen heel goed hoe we die met elkaar in contact kunnen brengen. Dus, maar het gebeurt niet. Ja, dus er wordt de, de, wat we dan, en wat we zien, zolang dit niet gebeurt, gaat die eenkennige, wetenschappelijke, specialistische kennis, die, die dendert maar door. Hè? Raar dat je dit zegt, de weet, tegenstanders kennen wetenschappers bij naam, klimaatdramas verschijnen zich achter de wetenschap. Ja, weet je, wat, je hebt wel gelijk, wat hier wat, wat belangrijk is om te zeggen, is dat hier wel een machtsongelijkheid speelt. Hè? Dus daarom ben ik, vind ik toch ook vooral heel erg goed dat er verzet komt tegen die autoritaire wetenschap. Want dat is een enorm gevestigd instituut. Dus ik heb al alle waardering en respect voor mensen die er tegen verzet komen. Tegelijkertijd wil ik ervoor waarschuwen dat de oplossing niet zit in die wetenschap helemaal van tafel vegen. Die wetenschap zal op een andere manier door moeten gaan. En wij spelen op een bepaalde manier ook heel erg de belangen van de huidige elite in de kaart. Als we die wetenschap zo van tafel vegen, want dan kunnen de critici ook weer heel makkelijk worden weggezet, als oh die is een anti-wetenschap, een wappie. Dan zal zou zo een ander antwoord op moeten komen. Hoe kun je wetenschap anders inzetten? Gelukkig kunnen we dat, weten we dat heel goed, onder andere door het complexiteitsdenken en door Bruno Latour en door STS, weten we heel goed hoe we specialistische wetenschappers. Op een bescheidener manier kunnen inzetten in de samenleving en een dialoog kunnen laten gaan met andere mensen. Zonder dat het idee bestaat dat die wetenschappers alles zo perfect weten en meer weten dan andere mensen. Ferdinand gaat er vandoor? Oké, okay, ik zal het ik zal op YouTube zetten. Het komt op mijn website waar dat, je, kunt, uh, je kunt op mijn website vinden waar, de, waar, waar je, de, kun je de opnames terugkijken. Ik zal er ook op mijn social media over posten. Oké, okay, nou, dus um, eigenlijk zien we dus dat er steeds meer um, polarisatie ontstaat. Mainstream wetenschap enerzijds, complottheorieën aan de andere kant, en dat eigenlijk het idee van wat is nu nog waarheid hierin steeds onduidelijker wordt. En daar zal dus gesprek en dialoog over moeten komen, ja. Yeah. Wat we in ieder geval zien is wat heel veel mensen in de gevestigde wetenschap willen. is: oh, er is onduidelijkheid over wat de waarheid is in de huidige samenleving. Steeds minder mensen accepteren onze wetenschappelijke feiten. En die stellen als oplossing voor, laten we de broekriem aanhalen. Laten we als wetenschappers nog strenger en nog autoritairder gaan zeggen dat wij weten hoe het zit, en dat andere mensen moeten luisteren. Dus daar zit weer die reflex, een gevaar dat die wetenschap terugvalt in nog arroganter en autoritairder willen vertellen hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Dat is een gevaar. Dus daar zullen we anders de wetenschap zo'n ander antwoord moeten vinden, in mijn ogen. Ook om draagvlak te houden onder de bevolking en om het vertrouwen terug te winnen van, me, van de bevolking in de wetenschap, is het heel belangrijk dat die wetenschap samen gaat optrekken met de bevolking. En minder vanuit de ivoren toren de eigen waarheid probeert op te leggen aan de bevolking. Waarvan we inmiddels weten uit de wetenschapsfilosofie dat die wetenschappers die waarheid helemaal niet zo in pacht hebben. Oké, okay, nou. Dus wij gaan in deze we hebben dus drie grote problemen besproken in de huidige samenleving. We zijn ook nu bijna klaar. We gaan naar afronding toe van het eerste hoorcollege. We hebben dus gezien dat die wetenschap vastzit in oud denken. We hebben gezien dat de samenleving wel heel erg snel verandert en dat die wetenschap moet innoveren en moet hervormen om die nieuwe uitdagingen in de samenleving het hoofd te bieden. En dan gaat het om wicked problems, dan gaat het om surveillance-kapitalisme... en dan gaat het om de post-truth-samenleving. Er zijn allemaal veranderingen in de wereld aan de gang. Hele snelle ontwikkelingen waar die wetenschap op dit moment geen antwoord op heeft. Wij gaan in deze college -reeks op zoek naar... hoe kunnen we nieuwe wetenschap bouwen die wel een antwoord heeft op deze uitdagingen? Hoe kunnen we een wetenschap bouwen die weer... Om kan gaan met complexe Wicked-vraagstukken, die mensen niet wegzet als wappie of dom als ze anders denken, die een open, eerlijke dialoog heeft met iedereen, vrijheid van meningsuiting, academische vrijheid, waarin iedereen kan praten en zeggen wat hij vindt, zolang hij het maar onderbouwt met argumenten, dat we weer echt een eerlijk debat krijgen over allerlei onderwerpen. Zonder dat je bepaalde dingen fout zouden zijn of goed zouden zijn en daardoor geen podium verdienen? Ja, en uh, hoe, kunnen we een hoe kunnen we een wetenschap en een technologie bouwen die respectvol is naar de democratie, die dus niet meewerkt aan het optuigen van een totalitair regime of op een andere manier autoritair is? En hoe kunnen we nou die wetenschap wat meer die, die dialoog bevorderen, zodat die polarisatie zo stopt in de samenleving tussen verschillende ideeën van waarheid. Hoe kunnen we dat nou voor elkaar krijgen? Dit is waar ik me veel mee bezig hou en waarvan ik dus denk, hier kan de Science and Technology Studies heel goed bij helpen. Een wetenschap die aan deze drie eigenschappen voldoet, die om kan gaan met complexiteit, die respect heeft de grondrechten en democratie en die depolariseert. Daar gaan we naar op zoek. We zullen vertrekken vanuit het denken van Bruno Latour en vanuit Science and Technology Studies. In mijn ogen is Bruno Latour de grote wetenschapsvernieuwer van deze tijd. Vind ik het heel belangrijk dat we even zijn denken. Dat, dat ik dat kan overbrengen. He, zijn centrale gedachtegoed. Ik ben vanaf 2009 heb ik me vastgebeten in het werk van Bruno Latour. Het is echt ongelofelijk als je eenmaal door hebt wat die man allemaal heeft bedacht en hoe hij naar wetenschap kijkt en hoe hij de wetenschap zou willen hervormen. Het heeft mij enorm veranderd als mens. Het heeft me anders laten nadenken over wat is werkelijkheid, wat, wat zijn feiten. Hoe moet de wetenschap, hoe moeten we daar eigenlijk naar kijken? Welke rol zou de wetenschap moeten spelen in de samenleving? Volgens mij kunnen we allemaal heel veel leren van Latour. Dus daar zal ik de komende drie colleges veel bij stilstaan. En Latour die heeft eigenlijk twee vragen gesteld. Wat is er precies mis met de traditionele wetenschap? Daar zullen we uitgebreid op ingaan. En daarna gaan we de vraag beantwoorden. Hoe moeten we anders, hoe moeten we naar een andere wetenschap komen? Hoe moeten we die wetenschap vernieuwen? En ik, zal, ik wil er vast een tipje van de sluier oplichten. Wat, wat ziet Latour nou voor zich? Wat voor een nieuwe wetenschap ziet hij? Hij wil burgers meer betrekken. Hij wil eigenlijk een volkswetenschap, die veel minder uitgaat van de kennis van enkel specialisten, maar die eigenlijk altijd via burgerplatforms en via field labs continu waar wetenschappers samen met niet-wetenschappers samen optrekken open wetenschap die helemaal transparant is... over de eigen belangen en de eigen machtsstructuren... waarin ruimte is voor kennisdiversiteit... dus waar wetenschappers bijvoorbeeld ook ruimte maken... voor lekenkennis... voor mensen met ervaringskennis... voor mensen met levenswijsheid... voor mensen met spirituele kennis... religieuze kennis... En er wordt echt... veel andere vormen van kennis... moeten ook worden toegelaten in de nieuwe wetenschap... en niet alleen maar specialistische wetenschap... iedereen moet kunnen meepraten... Dus niet alleen maar specialistische wetenschap. En we moeten ook met elkaar, zeg, Latour, veel meer nadenken over welke rol willen wij wetenschap en technologie eigenlijk in de samenleving geven. Dat moeten we als volk met elkaar bepalen. Wel, hoe ver willen we technologie laten gaan? Wat willen we wel en niet met klonen, met robots, met artificial intelligence? Daar zullen wij samen over moeten beslissen. Moeten we niet aan het handen geven aan bedrijven of een klein groepje wetenschappers. Daar moeten we als volk over beslissen. Het gaat over ons. Wat willen we met de technologie die ons in staat stelt om eeuwig te leven? Wat allemaal ontwikkeld wordt. Waarmee we de haarkleur van onze kinderen kunnen bepalen nog voordat ze geboren worden. Wat willen we daarmee? Daar zullen we met elkaar, daar is er ook niet één antwoord op. Van goed of slecht. Daar moeten we veel meer met elkaar over uitwisselen. En gesprekken en discussies over voeren. Dus dat is ook onderdeel van die nieuwe wetenschap. Nogmaals, dus dat wordt een wetenschap die veel meer van ons allemaal is en van het volk is. En dit is de opbouw die ik voor ogen heb voor de komende weken. We hebben vandaag dus een inleiding gegeven in die wetenschap is een crisis en wat speelt er dan precies? Volgende week, wat Latour heel erg heeft gedaan in zijn werk, is die heeft aandacht gegeven aan hoe die oude wetenschap iedere keer denkt in tegenstellingen. En hij wil van die tegenstellingen af. Dus ik ga elke week wil ik een tegenstelling bespreken en dan uitleggen welk probleem Latour daarmee heeft en wat hij als alternatief ziet. Ja, dus de tegenstellingen die ingebakken zitten in de moderne wetenschap, die gaan we met elkaar verkennen en die gaan we stuk voor stuk bekritiseren en een alternatief voor bedenken. In week twee zullen we het hebben over de tegenstelling natuur versus cultuur. Dus zo'n hele bekende tegenstelling in de wetenschap. Dat er zoiets is als enerzijds een objectieve natuur en anderzijds een subjectieve cultuur. Nou, is dat wel zo? Of is eigenlijk zijn natuur en cultuur veel meer met elkaar verbonden? En kunnen we dat niet zo lostrekken van elkaar. Daar zullen we het volgende week over hebben. En in week drie zullen we het hebben over het onderscheid tussen object en subject. Ook zo'n belangrijk onderwerp. Dat we nu heel erg zijn gewend om te denken. Mensen die kunnen handelen en denken. Wij zijn subjecten, handelende en denkende subjecten. En objecten zijn dood. En die kunnen wij alleen maar gebruiken, maar die doen verder niks. Dan moet je bij objecten denken aan computers, iPhones, maar ook bomen, bossen. In het denken van Latour leeft alles. Ook bomen, gletsjers, bossen, iPhones, alles leeft. En alles zou ook rechten moeten hebben, zegt Latour. En alles moet eigenlijk met elkaar in gesprek komen in een parlement. Daar zullen we het in week drie over hebben. En dan week vier gaat over de tegenstelling wetenschap en politiek. Dat is ook zo'n oude, oude aanname van die traditionele wetenschap: dat je wetenschap aan de ene kant hebt en politiek aan de andere kant. En dat er geen politiek zit in de wetenschap. En Latour zegt eigenlijk, er is altijd politiek in de wetenschap. En hoe kunnen we die wetenschap democratisch maken? Dus hoe komen we nou tot een open, nieuwe, democratische wetenschap? En dan in week 5 zullen we conclusies met elkaar trekken. En dan zullen we het hebben over hoe ziet die nieuwe wetenschap er nou uit? En hoe kunnen we naar een nieuwe wetenschap komen die in dienst staat van de planeet, van de hele planeet en niet van een kleine elite? Ja, dus dat is waar we in week 5 over zullen praten. Erfelijkheidsonderzoek bij ongeborenen. Ik kijk even in de chat. Een erfelijkheidsonderzoek bij ongeborenen heeft totaal geen baat bij burgerparticipatie. Wetenschap is net zo breed als iets wat mensen... kan wetenschap helemaal niet op één hoop gooien. Dat is waar. Wetenschap is een heel brede verzameling van verschillende praktijken. Maar toch ben ik het niet met jou eens. Ik denk wel degelijk dat ook erfelijkheidsonderzoek bij ongeborenen veel baat kan hebben bij burgerparticipatie. Daar zullen we het ook met elkaar over hebben. Wat kan het dan opleveren als je niet-wetenschappers betrekt? Dat is wel een van mijn grote overtuigingen om jullie daarin mee te nemen. Oké, okay, mensen, we hebben nog, het is eigenlijk tijd, want ik wil er een kwart voor stoppen. Um, maar we hebben een, heel, een heleboel besproken. Ik zal hier nog even blijven hangen in de chat om wat vragen te beantwoorden, om te kijken wat jullie hebben gedaan. Maar ik wil het college in ieder geval hierbij formeel afsluiten. Ik blijf nog even, nou, dan een uurtje of vijf blijf ik hier. Dus als je wilt chatten, dan kan dat. En ik zal dus de opname deze week op internet zetten. En volgende week zullen wij spreken over het onderscheid tussen natuur en cultuur. Bedankt voor jullie aandacht en tot volgende week.